Dames en heren, goedenavond. Ik vroeg net aan Christen waar het of mijn overhemd goed zit, maar dat hoort u geloof ik al. Maar als iemand daar tips heeft, dan hoor ik het wel. Ontzettend welkom allemaal in het dorpscentrum in Oostgeest. Fijn dat u er bent. Fijn dat de kijkers thuis morgenavond, want het wordt nu opgenomen en morgenavond uitgezonden, maar kijkers thuis ook van harte welkom bij een belangrijk moment. Mijn naam is Gijsbert van Es. Ik mag vanavond het gesprek met S-lijsttrekkers leiden en ook met u. Dit is een debatavond waarin we hopelijk allemaal iets beter geïnformeerd en verstandiger en wijzer naar huis gaan dan we binnenkwamen. Gijsbert van Es is mijn naam, dat zei ik al, ik ben journalist van mijn vak. Dat zal de reden zijn waarom ik uitgenodigd ben om al voor de derde keer een verkiezingsdebat in Oostgeest te leiden. Ik werk voor NRC. Ik stel voor dat we zo dadelijk beginnen met een heel luid applaus. En dan denkt u waarom. En ik zal u heel kort vier redenen geven waarom we straks eerst heel hard gaan klappen. En de eerste is dat verkiezingen iets zijn waar we met z'n allen trots op moeten zijn. Democratie is in deze wereld niet vanzelfsprekend. We leven in, ondanks alle tekortkomingen, want er is altijd iets te wensen en altijd iets te strijden met woorden en belangen. Maar we leven in een van de rijkste en welvarendste landen op aarde. En laten we dat niet vergeten. Reden 2. Laten we vooral niet vergeten dat onze gedachten ook vanavond zijn bij een vreselijke oorlog in Oekraïne. De nieuwe bondskanselier van Duitsland zei 2 weken geleden toen hij in Moskou was, letterlijk in het bijzijn van Poetin: oorlog hoort verdomme niet bij Europa. Zo zei hij het echt, verdamd en niet bij Europa in de 21ste eeuw. En laten we dan straks ook applaudisseren voor standvastigheid en vrede. Derde reden, laten we applaudisseren voor iedereen die zich inzet voor onze democratie. En met name voor de 6 kandidaten die hier zo dadelijk met elkaar in debat gaan. En ik zal ze straks nog wel even heel kort aan u voorstellen. De laatste reden is applaus voor Arjen Pels-Rijken, die hier dit debat van zijn vele hoedanigheden heeft die vanavond die van columnist van de Oostgeestse Courant gekozen om dit debat mede te organiseren, samen met het Platform voor Ondernemers Oostgeest. En ik kan u verklappen dat zij u straks een drankje gaan aanbieden. Gerrit-Jan Beesmer zit daar op de tweede rij. Dus als u ondernemer bent of een ondernemersidee hebt, bij de borrel, Gerrit-Jan Beesmer. Applaus ook voor de mensen van het dorpscentrum, voor de mensen van Sleutelstad. Fijn dat jullie dit opnemen. Voor BSG, Willy, het geluid. En vooral applaus voor uzelf, want u neemt uw stemrecht serieus. En u bent hier vanavond gekomen om over het belang van Oostgeest met elkaar van gedachten te wisselen. Applaus. Over 2 minuten, wat zeg je? Dat zei ik, oh ja, Willemien is er ook, Oostgeestse Courant. Ja, Willemien Temmer, de pers is goed vertegenwoordigd. We gaan over 2 minuten echt beginnen. Ik heb nog een paar feitelijke huishoudelijke mededelingen voor u. Het programma van deze avond duurt tot 9:30, gevolgd door die beloofde borrel. Het debat gaan we doen, staat dat daar in 3 ronden. Ja, in deel 1, dat is een flitsronde, met een goed woord, Nederlands woord, pitches. U krijgt 6 standpunten van 6 partijen. In de tweede ronde gaan de lijsttrekkers onderling met elkaar in debat. Dat zal zich dadelijk wijzen. En in de derde ronde zijn we met z'n allen aan de beurt. Dus spaar uw vragen op, want dat wordt het slot van deze avond. En dan gaat het natuurlijk ook een beetje chaos worden. En ik hoop dat u merkt dat ik naarmate de avond vordert een beetje strenger word. Want de openbare orde in deze gemeente moet natuurlijk ook gehandhaafd blijven. Tot slot, voordat we echt beginnen, ga ik de hoofdrolspelers aan u voorstellen. Maar de hoofdrolspelers willen ook even weten wie u bent. En daarom even heel simpel met vingers zien. Wie weet al waarop die
op 14, 15, 16 maart gaat stemmen. Wie heeft zijn stem al bepaald? Nou, ik heb wel eens... Nee, maar dat is heel goed nieuws, want ik doe dit voor de derde keer. En ik heb ook wel eens dat de hele zaal zijn hand opstak. Dat is ook goed. Maar dus wie wil vanavond geholpen worden in het bepalen van zijn of haar stem? Nou, ja. Er zijn ook mensen die neutraal zijn dan, want ik heb nog niet alle vingers gezien, maar dat maakt niet uit. Zoals u net zag, deze avond wordt mede georganiseerd door het platform van Ondernemers Volgens Geest. Wie is ondernemer? En komt met een, ah, dat is aardig wat. Nou, dan gaan we het zeker ook hebben over het belang van ondernemers, maar dat zal straks blijken. En u heeft in de derde ronde ook alle kans om daarover uw vragen te stellen. Dan nu de fractievoorzitters. En natuurlijk heb ik mijn huiswerk gedaan, maar als je zenuwachtig bent, vergeet je wel een naam. Dus ik neem het spiekbriefje erbij. We gaan gewoon vanuit u gezien van links naar rechts. Dat betekent niks dan alleen dat links daar de wethouder zit en lijsttrekker voor een van de drie wethouders. De lijsttrekker voor de VVD, Matthijs Huizing. Naast hem zit Bert-Jan, voor vrienden EJ van Blitterswijk, van het CDA. Ik zal er nog even bij zeggen wat ze naast hun politieke carrière doet. De wethouder, dat is een vak. Dat is meer dan een volle baan. Bert-Jan van Blitterswijk is, mag ik het consultant noemen of adviseur of... Je hebt een bureau, 1851 Public Affairs, je adviseert andere gemeenten in allerlei strategieën. Dan daarnaast zit Karin Rosdorf, werkt voor IKEA, begreep ik, in de financiële hoek van IKEA. En is hier lijsttrekker van Hart van Oostgeest. Zei ik dat Eibert-Jan van Blitterswijk van CDA is? Nee, dat zei ik. Zei ik wel, oké. Wat, sorry? Maar dus CDA, VVD, CDA, Hart van Oostgeest, sorry, niet wijzen. Melanie van Driel doet promotieonderzoek in een heel belangrijk onderwerp, de Social Development Goals. De SDG's, dat is een groot ding waar Poetin ook eens naar zou moeten kijken. Dat gaat over duurzame ontwikkeling. En fractievoorzitter van Progressief Oostgeest. Dan hebben we een new boy on the block. Als ik het zo mag zeggen, iemand die van buiten de politiek komt. Zijn naam is Onno Laarhoven. Onno Laarhoven, ondernemer. In exposities, wat een beetje een moeilijke branche was. Hè. Stentbouw en in de pleziervaart, jachten. En hij trekt de lijst van BVNL. En als laatste hier op rechts, Alfred Bus voor D66. En naast zijn politieke werk... Ook actief of actief ja, als ICT'er in een, is het onderwijs? Ja, IT, dat is een hele ingewikkelde wereld geloof ik, maar informatiespecialisme, wat is het? Dat zijn de zes lijsttrekkers, we gaan aan de slag. Zoals ik u zei, ronde 1 zijn standpunten. Ik stel voor dat ik gewoon ga zitten en u heeft ook een briefje voor, u weet in welke volgorde u hier mag staan. Het staat zo dadelijk ook op het scherm. We hebben de volgorde gekozen, geloof ik, een beetje van groot naar klein in percentage bij de vorige verkiezingen. Als eerste de lijsttrekker voor BVNL, want die heeft 0% gehaald bij de vorige verkiezing, doet voor het eerst mee. Komt u vooral naar voren en benut allemaal uw 2 minuten. En Arjen laat een piepje horen als de tijd daar is. Ronde 1. Ja, goedenavond lieve mensen allemaal en ook collega's. Fijn dat we hier zijn en dat we inderdaad het feest van de democratie kunnen beleven met elkaar. Wij wel. BVNL Oostgeest, een nieuwe partij. Nieuwe partij opgericht door betrokken, bezorgde inwoners, ondernemers uit Oostgeest. En wij willen een aantal zaken bereiken in Oostgeest. Het eerste wat we willen bereiken is een open en betrouwbaar bestuur. Het tweede wat we willen bereiken is meer inspraak voor de inwoners. En het derde wat we willen bereiken is dat er gehandeld wordt zuiver en alleen in het belang van de inwoners van Oostgeest. We hebben de uitslagen van de enquête gezien, de inwonersenquête. En daaruit blijkt dat het vertrouwen van de inwoners in het lokale bestuur tot een historisch dieptepunt is gedaald. Wij begrijpen waarom. Wij willen een open en betrouwbaar bestuur dat geen informatie achterhoudt. En dat willen wij graag gaan vormen.
Een bestuur dat handelt op basis van gezond verstand en zuiver en alleen in het belang van de inwoners. Dat is waar wij voor staan. Waar we ook voor staan is meer inspraak voor de inwoners. We hebben de afgelopen periode met heel veel ondernemers, inwoners en mensen van verenigingen uit Oegstgeest gesprekken gehad. En het blijkt telkens weer dat er terugkomt dat er te weinig inspraak is. Ja, dat moeten we echt een keer gaan veranderen. Dat blijkt ook uit de inwonersenquête. Daar blijkt ook dat de gemeente niets doet met input en ook niet luistert naar wat de inwoners zeggen. Dat moeten we echt gaan veranderen. Oegstgeest is van de Oegstgeestenaren. Wij willen allemaal een groen, veilig en toegankelijke leefomgeving. Heel erg streng, maar correct en tevens juist. Laat het staan. Ik heb het toch maar even op papier geschreven. Want één dag geleden voorbereid. Goedenavond allemaal, wat fijn dat jullie hier allemaal zijn. Hart voor Oegstgeest is sinds de oprichting de lokale partij die is opgekomen tegen te massale bebouwing in ons dorp. Wij zijn de initiatiefnemer van de structuurvisie. En daarin is opgenomen dat in Oegstgeest niet gebouwd mag worden ten koste van het groen. En dat bij vervangende bebouwing het plan dat daar moet worden gebouwd passend moet zijn in de omgeving. En die twee principes gelden tot op de dag van vandaag nog steeds. De noodzaak om het groen in ons dorp te koesteren geldt tot op de dag van vandaag nog steeds voor klimaatadaptatie, het tegengaan van hittestress, het kunnen wandelen in groen dicht bij huis. En wij zien gelukkig dat, wij hebben het nu niet in ons slogan staan, maar het zit in ons DNA, dus daar kunt u van op aan, daar blijven wij voor staan. Maar we zien het nu ook wel in andere partijen in het verkiezingsprogramma terugkomen en daar zijn wij blij om. Het is doorgedrongen. Hart voor Oegstgeest vindt dat het belang van onze inwoners altijd voorop moet blijven staan. En we willen dat de communicatie naar en het tijdig betrekken van inwoners wordt verbeterd. Inwoners hebben zich de afgelopen jaar te vaak niet gehoord gevoeld. Ze zijn zelfs soms weggezet als NIMBY. En dat betekent not in my backyard, als ze voor hun eigen belangen opkomen. Er zijn veel te veel plannen voorgelegd die vooral in het belang van projectontwikkelaars waren en veel onrust in het dorp hebben veroorzaakt. En nooit eerder zijn er zoveel bewonersorganisaties opgericht. Kijk maar naar De Geesten, bij Genergy, Hofbroeker Park, Jachthavengebouw. En nooit eerder is het vertrouwen in de politiek zo afgenomen als in de afgelopen jaren. Hart voor Oegstgeest vindt dat het college in de toekomst, als er een voornemen is tot het aangaan van een overeenkomst met een ruimtelijke impact, dat ze daarbij de raad betrekt. Er moeten geen lijken uit de kast komen rollen waar iedereen door verrast wordt. Daarnaast willen wij dat adviesraden weer een officiële rol gaan spelen. Dus, dat is snel. Maar dan ga ik nog wel even zeggen wat Hart voor Oegstgeest wil, is een zelfstandig Oegstgeest, de belangen van onze inwoners centraal en een transparant bestuur waarbij de gehele raad dezelfde informatie heeft en de inwoners mogen rekenen op het tijdig krijgen van de juiste informatie en erop mogen rekenen op tijdens het worden betrokken. Ja, die tijd gaat al heel erg snel. Nou ja, Gijsbert zei het al, het zijn inderdaad hele gekke tijden waar we nu deze verkiezingen aan het doen zijn. Dat voelt ook wel een beetje ongemakkelijk als je aan het voorbereiden bent, druk met de campagne bezig bent. We hebben een hele rij aan crisissen. We hebben een klimaatcrisis waar we echt snel actie moeten ondernemen. We hebben een oorlog in Oekraïne waar we echt met elkaar niet weten wat er op ons afkomt de komende periode, waar we als gemeente ook gewoon echt wat mee te maken krijgen. We hebben een wooncrisis, we hebben een coronacrisis waar onze ondernemers en anderen ook nog de komende periode op allerlei manieren problemen ervaren. En we hebben een crisis lokaal in onze eigen gemeente met het achterstallig onderhoud en de enorme kosten die op onze gemeente afkomen. D66 is een lokale partij, Karen zei het ook al.
We hebben op de lijst, we hebben misschien wel de meeste leden. Ik weet eigenlijk niet precies hoeveel leden de andere partijen hebben. De meeste leden uit Oegstgeest bij onze partij, als je het vergelijkt met andere partijen. Maar als je dan kijkt naar onze top 3, dan staan er 2 mensen op die ook gewoon geboren en getogen zijn in Oegstgeest. Maar we zijn ook een landelijke partij. En als je dan over een dossier als Schiphol hebt, dan maken we ook heel graag gebruik van een Tweede Kamerlid, een provincie of alle collega's in de regio om ook echt wat met elkaar voor elkaar te krijgen. En dat is wat wij als partij kunnen bieden voor Oegstgeest. 3 thema's staan op het bord. Ze staan heel, heel kort en bondig op het bord. Groen wonen, kansrijk opgroeien en ouder worden en gemeente voor u. En de tijd is al bijna op, dus ik moet nou heel snel gaan. Maar waar zit het verschil? Groen wonen is voor ons geen tegenstelling. Het kan groen. Wij wonen hier omdat het mooi groen is. Dat moet samengaan. Dat betekent dus dat je met elkaar moet investeren in bomen, weinig tegels in de tuinen, straten, groen parkeerplaatsen, allerlei zaken die de kwaliteit van het groen in onze leefomgeving versterken. We moeten meer activiteit hebben voor jongeren in dit dorp. Dan moeten we met alle partijen en verenigingen die in ons dorp altijd daar al mee bezig zijn, een gemeente hebben die daar actief in ondersteunt. En voor de derde, gemeente voor u betekent dat we moeten zorgen dat de gemeente bereikbaar is. Dat aanvragen snel afgehandeld worden, dat je gewoon weet waar je op kan rekenen. Dat we in gesprek blijven met winkelcentra, winkelstraat om dingen voor elkaar te krijgen. Echt een ander geluid. Dank, ik begrijp dat we 3 minuten hebben, dus dat is mooi. Het is inderdaad heel fijn dat we hier mogen zijn, dat we hier een vrije verkiezing gaan hebben. Ik denk dat we er allemaal dankbaar om mogen zijn. Het moet over 10, 20 jaar moet het minstens zo fijn wonen zijn in Oegstgeest als dat het vandaag is. Dat is de missie van het CDA Oegstgeest. En daarom staat het CDA voor investeren in groen, zorg, sport, in veilige en nette wegen, in verstandig afval- en energiebeleid, in lage lasten, in zelfstandigheid en ook in ruimhartig minimabeleid, snelle schuldhulpverlening en de strijd tegen eenzaamheid. Het CDA is de partij die keer op keer hamert op het enorme belang van een goede balans tussen groen, wonen en voorzieningen. Je merkt door het landelijke en regionale woningprobleem, merk je dat links en rechts de neiging wel ontstaat om naar het dorp te kijken en te zien, ja, waar is nog een plekje, waar is nog wat groen om meer huizen te bouwen? En het CDA vindt dat geen goede manier om daarnaar te kijken. Ja, er moeten zeker extra betaalbare woningen komen voor Oegstgeester ouderen en jongeren om plek te houden in het dorp. Daarom waren wij ook eens een van de weinige partijen voor die extra betaalbare woning in Nieuw-Rijngeest-Zuid. Maar wij zijn er niet voor om bijvoorbeeld in het groen te bouwen, zoals het Hofboekenpark of de hoogspanningszone in Haaswijk. Dat zijn groenplekjes die je moet koesteren in het dorp. En wij willen niet minder voorzieningen door winkels en horeca om te bouwen naar woningen. We willen juist meer voorzieningen, zoals een kinderboerderij. Tot slot. Het CDA is, ik hoorde het al een paar keer, het woord lokaal. Maar ik denk dat het CDA de lokaalste partij is. En dat komt omdat wij 21 kandidaten uit alle wijken hebben. Volgens mij zijn we de enige partij die dat kan zeggen. Van mensen die geworteld zijn in het dorp, die actief zijn als vrijwilliger in de sport, in de cultuur. Mensen die met elkaar de schouders eronder willen zetten om te zorgen dat het in het dorp ook in de toekomst net zo fijn wonen is, minstens net zo fijn wonen is als vandaag. En volgens mij ben ik bijna aan de 2 minuten, ik hoor nog geen tingeltje. Kijk. Dank. Ja, allereerst dank u wel dat ik hier vandaag voor u mag staan. Progressief Oegstgeest staat voor solidariteit. Solidariteit met mensen, ook waarschijnlijk onder u, die zich nog afvragen wat de gevolgen van deze pandemie voor u financieel en op andere manieren gaat zijn. Wij vinden dat de gemeente nooit de reden mag zijn dat mensen in problematische schulden terechtkomen. En als het even minder met u gaat, willen wij een gemeente die solidair is. We willen solidair zijn met mensen die om wat voor reden dan ook moeten vluchten. En we vinden dat Oegstgeest daar haar verantwoordelijkheid voor moet nemen. We willen ook solidair zijn met al die mensen die al jaren op zoek zijn naar een betaalbare woning. Sociaal, middelduur, senioren. En we willen huisjesmelkers ten alle kosten weren uit Oegstgeest. We willen ook duidelijkheid geven en solidair zijn met mensen die zich afvragen hoe ze hun huis kunnen verduurzamen. En klimaatadaptatie in gang kunnen zetten, zodat we niet hier te maken krijgen met
huizen en straten die onder water komen te staan. En wat we ook willen is solidair zijn met een groep voor wie klimaat en wonen het meeste impact maken, namelijk jongeren. En daarom willen we ook een jongerenraad in Oegstgeest. En tot slot, progressief Oegstgeest laat al 30 jaar zien dat samenwerking loont en dat solidariteit alleen in samenwerking kan. Een links-progressief geluid voor Oegstgeest. En daar hebben we uw stem van harte voor nodig. Dank u wel. Mijn naam is Matthijs Huizing, lijsttrekker van de VVD. Ik begrijp dat het een beetje een battle wordt. Wie is het meest lokaal hier? Over mezelf kan ik zeggen, geboren, getogen en in totaal ongeveer 47 jaar woonachtig in dit dorp. Oegstgeest staat al jaren in de top 10 van de meest aantrekkelijke woongemeentes van Nederland. En in die top 10 plek die willen wij als VVD graag behouden. Een van de redenen waarom wij in die top 10 staan, komt door ons dorpse en groene karakter. En dat moeten we dus koesteren en beschermen. Tegelijkertijd is Oegstgeest ook een van de meest dichtbevolkte gemeentes van Nederland. In de afgelopen 25 jaar is het inwoneraantal in Oegstgeest met 30% gestegen. En dat is 2 keer zoveel als in vergelijkbare omringende gemeentes in deze regio. En voor de VVD zijn de grenzen van onze groei dus bijna bereikt. En dat betekent dat wat ons betreft er alleen nog maar beperkt gebouwd kan worden. En als er gebouwd wordt op hele specifieke locaties, zeker niet ten koste van groen en geen hoogbouw daar binnen laagbouw. Zo koesteren en beschermen we ons dorp en groene karakter. En als we dan nog nieuwe woningen bouwen, dan richten we ons daarbij op middeldure woningen. Voor ouderen en voor starters. 2 groepen die nu totaal niet aan de bak komen in dit land. Maar of het nu over woningbouw gaat of over voorzieningen, welke wij wel of niet belangrijk vinden, de VVD vindt dat wij als Oegstgeest zelf daar prioriteiten in mogen stellen. Zelf onze keuzes kunnen maken. En daarom willen we dat Oegstgeest ook een zelfstandige gemeente blijft. Wij willen ons eigen beleid kunnen maken en zelf kunnen beslissen over onze eigen directe woon- en leefomgeving. Kortom, goed wonen doe je in een zelfstandig Oegstgeest. En daarvoor moet je bij de VVD zijn. Dank u wel. Tot zover. Mag ik dat blaadje even? Ja. Oh. Tot zover 6 pitches. En allemaal keurig binnen de tijd. Waarvoor dank. Als ik door mijn oogharen kijk, en dat zult u zo ook merken, door mijn oogoren luisteren zou ik bijna zeggen, dan hoor ik dat de groen en wonen en wel of geen spanning daartussen echt een belangrijk issue is. Dat partijen verbindt en of daar verschillende standpunten in zijn, dat gaan we leren. En ook de aard en kwaliteit van het bestuur kunnen we nader bespreken. Zo hoorden we het sociale thema terug. Afijn, dat zijn zo een paar rode draden. U heeft er zelf misschien ook nog één gezien. We gaan nu debatteren aan de hand van in ronde 2 een 5-tal stellingen. Arjen, misschien kunnen we ze even laten zien voor de zaal, want dan weet u wat wij. Dan gaan we ze eerst even door. De eerste stelling is: de lokale lasten in Oegstgeest zijn te hoog. En dan gaan we zo dadelijk D66 en de VVD uitnodigen. De tweede stelling is: Oegstgeest doet weinig voor sociaal zwakkeren. En er komt nog meer achter, dat zal ik zo zeggen. De derde stelling gaat over de gemeenteraad van Oegstgeest die meer werk moet maken van directe democratie. Er zijn allerlei vernieuwende vormen voor. Daar gaan we het over hebben. Dan dat fijn wonen in het groen. Ja, daar kan niemand tegen zijn. Hashtag, hoe dan? En de laatste stelling is: een zelfstandige gemeente Oegstgeest is op de langere termijn niet houdbaar. En daarom kun je maar beter proactief zijn dan hakken in het zand zetten. Nou, dan weet u zo'n beetje waar u aan toe bent. En weet u ook wat er misschien hier niet in die stelling aan de orde komt. En kunt u zich ook voorbereiden op thema's die u in de derde ronde aan de orde wil stellen. Ik nodig uit de lijsttrekkers van de VVD en D66 voor de eerste stelling. En die gaat over lokale lasten. Misschien pakken we er. Ja, komt u hier? Hier aan tafel. Nemen we 1 microfoon mee. En dan 1 voor u en 1 voor u. Wilt u er een glaasje water bij? Of gaat het zo? Ja, die is op. Die is al op. Nou, u zegt het maar. Ik ga een beetje rondlopen, maar ik geef u allebei
Laat ik zeggen, een paar seconden voor uw primaire reactie. Mag ik met u beginnen, meneer Huizen? Uiteraard. Nee, de lokale lasten in Oegstgeest zijn niet te hoog als het gaat over de OZB. Waar we wel kunnen minderen qua kosten, dat is de afvalstofheffing. Oké. En per saldo? Zijn ze niet te hoog. Niet te hoog. Meneer Bus. Nou ja, het is mooi dat u deze vraag stelt op de dag dat volgens mij bijna allemaal de rekening hebben gekregen van de lokale lasten. Dus dat hebben we dan allemaal heel scherp. En ja, dat voelt dan heel hoog. Laten we daar met z'n allen gewoon heel duidelijk over zijn. Maar ik ben blij dat de heer Huizing het ook al zegt. De afvalstoffenheffing is er eentje van. Maar ja, dat is er ook typisch zo'n eentje die lager had kunnen zijn. Als we gewoon met elkaar als gemeente gezorgd hadden dat we minder restafval hadden. En daar gewoon actief met elkaar aan de slag geweest waren de afgelopen 4 jaar. Dan had die een stuk lager kunnen zijn. Dus nu betalen we als inwoners voor iets waar we eigenlijk als gemeente het een beetje hebben laten liggen de afgelopen jaren. Oké, het is een hele eenduidige stelling, zou ik maar zeggen. Te hoog is ja of nee. Gewoon even vingers zien wie als inwoner van Oegstgeest vindt dat hij te veel betaalt aan lokale lasten. Oh. Dat zijn 3 mensen. Mee, ik kom straks dan, denk ik, gewoon even bij u langs. Maar meneer Huizing, u bent wethouder en ook wethouder van Financiën. En u wilt herkozen worden. Wilt u weer wethouder zijn? Ik zou het leuk vinden om nog een periode door te gaan. En wat kunt u dan beloven aan de zaal in, in die lokale lasten? De afvalstoffenheffing gaat omlaag. Hoe gaan we dat aanpakken? Ja, dan overschat u weer de rol van de wethouder Financiën. Ik let op de centen als wethouder. Maar ik sta hier nu als lijsttrekker van de VVD en uiteindelijk is het de gemeenteraad die democratisch besluit over hoe hoog de lasten zijn. En als wethouder voer je het dan uit. Maar ik wil, kijk, uiteindelijk vind ook ik natuurlijk dat het beter, ik zou ook liever minder betalen. Want ik betaal het zelf natuurlijk ook en dat doet Elfred Bus ook. Wij betalen het ook allemaal zelf. Maar als je ons vergelijkt met de omringende gemeentes, dan zitten wij niet aan de hoge kant. Ja. En meneer Bus, u, de wethouder, nee, de lijsttrekker moet ik zeggen, die speelt de bal een beetje terug naar de raad. U zat niet in het college de afgelopen 4 jaar. Maar wat kan de inwoner, wat kunnen deze 2 mensen op de achterste rij en mevrouw daarvan u verwachten als het gaat om de lasten in Oegstgeest in de komende 4 jaar? Nou, ik denk dat, en dat begon ik net in mijn pitch ook al mee, het eerlijke verhaal is dat we als Oegstgeest kosten op ons afkrijgen de komende periode, die gewoon noodzakelijk zijn. Want dat gaat over het onderhoud aan bruggen, aan het onderhoud aan groen, aan het onderhoud aan het riool. En als we daar langer mee wachten, wordt het alleen maar duurder. En dan hebben we met elkaar een discussie, hoe gaan we dat betalen? Nou, de wethouder heb ik daar niet over gesproken, maar de VVD-fractie de afgelopen periode wel. En dan heb je het over hoeveel schuld mogen we hebben als Oegstgeest. Je kan het hebben over hoe hoog is de OZB. En je kan het hebben over, kunnen we nog bezuinigen op onze voorzieningen of andere zaken. En u stelt het als vraag en geeft u het nu als antwoord? Nou ja, ik ben blij dat de VVD-fractie in het debat vorige week aangaf dat de OZB omhoog kan. Dat is goed om te horen, want de onmogelijkheid van en de schuld mag niet hoog en de OZB mag niet hoog, betekent dat we met elkaar moeten bezuinigen op onze voorzieningen. En dan even en, heel precies, sorry hoor. Wat ons betreft, wat D66 betreft. U mag het verhaal door, ja, maar u zegt die OZB kan, en dat, wat zegt de, meneer Huizing over dit verhogen van die OZB? U mag die andere punten zo even afmaken hoor. Maar kijk, wij zeggen als VVD niet dat de OZB niet omhoog mag, maar er zit wel een voorwaarde aan vast. En dat is namelijk dat onze inwoners dat ook direct moeten terugzien in de kwaliteitsverbetering van onze voorzieningen. Oké, en nu mag u door, want u noemde 3 punten en het andere was de schuldenlast van de Oegstgeest. Kan daar iets aan gedaan worden? Is dat nog een probleem? Nou ja, omdat we al die jaren niet geïnvesteerd hebben in dat onderhoud, valt dat nu reuze mee. Die schuld is op dit moment niet zo heel hoog. Nou, we hebben recent flinke investeringen in de onderwijshuisvesting, daar zijn we blij mee als D66, want dat moest heel nodig gebeuren. Alleen als je dan zegt, de schuld mag maar maximaal iets worden. Ja, daar is een percentage voor waar ook de provincie naar kijkt. Ja, dan zet je jezelf vast. Hè. En wat ons betreft, maar goed, we moeten ook kijken hoe het nou met de rente gaat. Hè, want die was de afgelopen periode heel laag. De wethouder wel eens horen zeggen dat we zelfs toe kregen als we gingen lenen. En dat is natuurlijk aantrekkelijk. Maar goed, dat zal dat de komende periode in die rare tijd leven, ook niet ja. zeker zijn. Ja. Dus ja, volgens mij moeten we met elkaar. En ja, wat ons betreft, de Nederlandse gemeente geeft nu geld toe als je geld leent. Ja, ja dat klopt. Alleen je moet als je schuld hebt, als je gaat investeren, dan moet je niet alleen rente over de schuld betalen die daarvoor aangaat, maar je moet ook te afschrijven. Lasten, precies, en ja. uiteindelijk gaat het om die afschrijvingen, dat we die met elkaar kunnen betalen. Het gaat dus over een houdbare schuld. Ja, maar meneer Bus zegt dat u de grens daar te krap trekt. Heb ik u goed, dat we goed horen zeggen? De VVD-fractie in ieder geval.
130% is een grens die ook aangegeven wordt vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeentes als een grens waarbij je een soort rode vlag gaat even omhoog als een signaal van joh, pas op. En daarna moet je naar de kwaliteit van je schuld gaan kijken. Want je kan ook schulden opbouwen waar inkomsten tegenover staan. Maar als het schulden zijn waar je alleen maar op moet afschrijven, op de investering moet afschrijven, ja, dan zal je ook zien dat je een negatief saldo hebt als gemeente. En heb je geen structureel sluitende begroting. We hoorden het belletje, maar ik geef meneer Bus nog één kans voor een laatste woord. Want die rode vlag, die 130%, daar zit op zich nog niet of wel? Nu nog niet, maar daar zitten we wel heel snel met het onderhoud wat moet gebeuren. En dat is ook een hele serieuze vlag. En ik denk ook dat als een soort van slotstatement, want volgens mij gaat u daar naartoe werken, het ook heel belangrijk is, de problematiek die op ons afkomt is zo groot. En de keuzes die we moeten maken tussen schuld, OCB, bezuinigen op het voorzieningenniveau en het onderhoud aan die bruggen, is zo belangrijk dat ik ook echt wel zou willen oproepen aan de verschillende partijen om er gewoon de komende periode echt samen, raadsbreed met elkaar voor keuzes te maken. En dan zijn we weer terug bij de opmerking van de huizen. Maar met wat raad, betreft iets de raad meer, aan zet is. Ja. Iets meer ruimte in financiële zin dan de VVD hier aangeeft. Dank u wel. Ik heb wat geleerd. En ik hoop de zaal ook. En in de derde ronde kunnen daar nog vragen over komen. Dank u wel. We gaan door naar stelling 2. En die gaat over hoe sociaal uw Oegstgeest. Ik ga u iets verklappen uit de voorbereiding. Melanie van Driel zei van ja, moet ik daar met hart van. Oegstgeest over, want wij verschillen eigenlijk niet zo van mening. Nou. Dus dat wil ik eigenlijk in de opening statement over deze stelling horen. Hoe sociaal vinden jullie elkaar? Nou, ik denk dat als het aankomt om bijvoorbeeld het ondersteunen van minima, dan zit Hart voor Oegstgeest en wij best wel op één lijn. Maar ik heb in de voorbereiding diep zitten nadenken. En ik heb ook net naar de speech van mevrouw Rosdorf geluisterd. En dan hoor ik toch vooral veel angst over woningbouw, terwijl woningbouw wordt eigenlijk wel de grootste sociale kwestie van de 21ste eeuw genoemd. En dan vraag ik me wel af, wat gaat Hart voor Oegstgeest nou doen voor die mensen die al zo lang op een wachtlijst staan voor de sociale huur? Dat is interessant. U mag twee dingen zeggen. Ten eerste reageren op wat mevrouw van Driel zegt, maar u mag ook, en dat dan als tweede, misschien reageren op wat u van pro gehoord hebt. Ja. Ik kan gelijk wel reageren. Precies, laat u daarmee beginnen. Heet dat, als je het gaat hebben over de microfoon mag iets luider, Willy, kan dat? Of als u iets dichterbij... Okay. Doet het wel, ja. Als we gaan kijken naar de wachtlijsten, waar ik dus heel erg door verrast werd, en dat was met een debat met onder andere de woningbouwvereniging Meerwonen, is dat de voorzitter van de woningcorporatie aangaf, zodra iemand die op een wachtlijst staat voor een sociale huurwoning, een sociale huurwoning krijgt, dan is het advies om gelijk weer in te schrijven. En zo blijft die wachtlijst kunstmatig hoog. En dan ga ik het ook vergelijken met mensen om me heen die ik ken. Dus als je daadwerkelijk zoekt, dan heb je binnen maar twee maanden... Maar u zegt eigenlijk dat het een minder groot probleem is dan mevrouw van Driel schetst. Nou ja, waar ik voor ben, is eigenlijk dat die hele wachtlijst, hoe dat georganiseerd is, dat we dat zo anders gaan organiseren dat het daadwerkelijk mensen op die lijst zitten die daadwerkelijk op dat moment een woning zoeken. Ik denk dat mevrouw van Driel daar zo een vraag over gaat stellen. Nou ja, kijk, laten we dit even afmaken, dan mag u zo uw punt inbrengen. Ja? Nou, kijk, het lastige is inderdaad, volgens mij zit het probleem niet dat mensen zich opnieuw inschrijven. Ze schrijven zich opnieuw in omdat ze, als ze ooit weer verder willen, weer 8 jaar moeten wachten. Volgens mij zit het probleem in het feit dat we gewoon te weinig bouwen voor die doelgroep. In Oegstgeest is sinds 2014 al geen enkele sociale woning opgeleverd. En wij willen daar verandering in brengen. En ja, weet je, ik heb zitten kijken bij de woningbouwprojecten die we deze afgelopen periode hebben goedgekeurd. En als we afgaan op wat HVO voorgestemd heeft, komt er niks bij. Want het enige project waar 125 sociale huurwoningen in zaten, daar heeft u tegen gestemd. Dus ik vraag, daarom stelde ik de vraag, waarom of hoe gaat HVO dat probleem oplossen? Nou ja, Hart voor Oegstgeest heeft zich verbaasd over hoe lang woningbouwprojecten duren om tot een uitvoering te komen. En natuurlijk hebben we de crisis gehad en heeft de bouw jarenlang op zijn gat gelegen. Dat is één. Daarnaast hebben projectontwikkelaars meer dan 1,5 jaar moeten wachten op een zogenaamd integraal ruimtelijk afwegingskader. Waardoor er helemaal geen tempo kwam. En dat maar heeft ik grijp even geholpen. In, want dat is niet het punt dat mevrouw van Driel maakt. Zij zegt, ja, maar er moet gewoon gebouwd worden. Ja, er moet gebouwd worden. Even los. Nee, iedereen ik zeg ook, er moet gebouwd worden. Want ja, we hebben in de woonvisie woningen vastgesteld en waar die gebouwd kunnen worden.
Alleen, maar waarom heeft u dan tegen 125 sociale woningen gestemd? Ik heb gestemd tegen de hoogbouw, heet dat, in het Nieuw-Rijngeest-Zuid. Ik neem aan dat u daarop doelde. Daar bedoel ik inderdaad. Ja. Het ging dus om hoogbouw, niet zozeer en, om het feit dat het sociaal dat was. Ging tegen hoogbouw. Okay. Ja? Maar goed, als je dus alle plannen optelt waar u tegengestemd heeft en wij voor, dan zou zelfs met de plancapaciteit komen wij uit op 267 nieuwe sociale huurwoningen en u op 40. Ja, dus ik denk wel dat er een duidelijke keuze is. Als je het is. Dan gaat hebben over sociaal, en ik neem aan dat u misschien bekend bent met Make the Shift. En die gaan heel erg kijken naar verkiezingsprogramma van hoe ga je om met sociale woningbouw. En ook met het recht op behoorlijk wonen. Dus niet alleen maar wonen, maar behoorlijk wonen. Maar en, sla ik nee, het nee, te plat mag, als ik mag nu ik het hoor. Even afmaken, want ik ben was al niet klaar met mijn zin. Ja, dat behoorlijk wonen, waar zij onder andere naar kijken, wordt ook gekeken door gemeentes. Wonen, moeten mensen gaan wonen in een zeer vervuilde omgeving? Nou ja, als je tussen de oksel van de A44 en de N206... Nou, het is niet een van de schoonste omgevingen van Oegstgeest. En daarnaast is de geluidsbelasting door twee zeer drukke wegen is ook nog eens een keer hoog. En hoe sociaal is het dat? Dan heb je het weliswaar niet in ons dorp. Hè, dan heb je geen inbreiding. Maar je parkeert het weg op maar u zegt dus eigenlijk van, ook al zouden we willen, we kunnen het eigenlijk niet. En ook niet op kwalitatief goede gronden. Ik vind het eigenlijk gronden. Niet sociaal. En dan bent u het eens met meneer Huizing die net zei, met die 30% groei. We zijn aan de grens van de groei in bewoners en woningen gekomen. Wat we hebben afgesproken in de woonvisie, daar kan nog iets bij. Maar niet honderden. Maar ja, ik hoorde net een verschil tussen 40 woningen en 270 woningen. Oh ja, willen jullie voor de televisie een beetje oh, anders? Wow. Ja. We doen het even opnieuw voor de tv. Nee hoor. Ik was nog zo gewaarschuwd dat ik moest letten op de camera. Dat is niet. De bel ging, maar we maakten het nog even af. Als ik u goed beluisterd heb, zegt u van je kan het wel willen, maar fysiek is het allemaal niet zo makkelijk. Klopt dat? Ja of nee? Als ik daarop in mag gaan. Als je nee, je mag daar niet op ingaan omwille van de tijd. Als je woningen bijbouwt, moet je ook je voorzieningen in verhouding blijven. Ja. En 30% heeft dat extra inwoners. En er zijn, is geen enkele qua voorzieningen, zijn er geen extra voorzieningen bijgekomen. Het gaat knellen. Ja, maar en dat knellen, mag u daar een laatste opmerking over maken? Zegt u dat knellen valt wel mee? Overdrijf niet, we moeten weer de camera. we zullen echt toch... Hey, dit zijn allemaal projecten die vallen binnen de hoeveelheid die we al als gemeente afgesproken hebben. Dus dit gaat nog niet eens over woningen die daarboven zitten. En daar was u ook al niet voor. Dus ja, het betreurt mij. En ik hoop dat we inderdaad deze periode daar wel echt op gaan inzetten. Oké, dank u wel. Het moet allemaal zo kort, hè? Maar ik vind het leerzaam. Derde stelling. Die gaat over... lokale democratie. U heeft in de pitches zojuist gehoord dat er iets te verbeteren valt. Ja, dat heb je altijd als je nieuw bent. Moet je nieuwe vrienden maken. In de pitches net gehoord dat, en er was ook een enquête waar we in de Oegstgeestse Courant veel over hebben kunnen lezen, dat de bewoners niet heel tevreden zijn over de kwaliteit van het bestuur. Nou kunnen we dat somber benaderen en zeggen dat moet beter, dat vindt iedereen. Maar meneer Laarhoven die zei, ja, de gemeenteraad moet ook gewoon eens de macht gaan delen met de burgers. En nieuwe dingen toestaan. Maar ik geef u als eerste het woord. Wat gaan we doen met democratische vernieuwing? Met de burgers meer bij het bestuur betrekken? Ja, het CDA staat voor een dienstbare overheid die afspraken nakomt. In het beeld zo. Kijk, een overheid is er nooit om maar even lekker een overheid te zijn. Een overheid is altijd om dingen te organiseren voor de gemeenschap, voor de inwoners, voor de bedrijven, voor de verenigingen. En volgens mij moet dat altijd voorop staan. En ik denk dat directe vormen van democratie daar echt een verrijking voor kunnen zijn. Wij hebben bijvoorbeeld Right to Challenge in ons verkiezingsprogramma ook staan. Dat betekent dat je als burger... de gemeente mag uitdagen, ik kan het beter, goedkoper, sneller. Precies, bijvoorbeeld in mijn straat, dat groen, dat kunnen wij met onze buren, wij kunnen dat echt beter. Geef ons die ruimte, geef ons die middelen en dan doen wij dat. Nou, ik vind dat je daar als gemeente naar moet kijken van hoe kun je juist dat soort dingen in het dorp laten. En wie kent dit fenomeen, Right to Challenge? Nou, heel veel mensen niet, maar dat is heel belangrijk. Dus als u denkt, de gemeente gaat er langzaam of niet goed genoeg... Ja, dat is daag ze uit. Ja? En dat zijn dus dingen waar je dus meer bekendheid aan moet geven, dat gewoon mogelijk moet zijn. Ja. Ik ga nu meneer Laarhoven het woord geven. Of had u nog één punt?
Ja, in aanvulling op die nog twee vormen van directe democratie waar we ook voorstander van zijn. Een voorbeeld, ja, heel goed. Een jongerenraad hebben wij een motie over ingediend. Geef jongeren meer stem in hun eigen directe leefomgeving. En in ons verkiezingsprogramma hebben we bijvoorbeeld over expertpanels. Kijk, er is natuurlijk heel veel expertise in ons dorp. Je moet niet denken dat je alles in het gemeentehuis weet. Dus bijvoorbeeld op het gebied van energietransitie. Een ondernemersraad? Nou, bijvoorbeeld ook. Maar ja? Ik denk ook energietransitie. Dat is ook zo'n thema waarvan je denkt, ja, dat kunnen we allemaal in het gemeentehuis verzinnen. Maar er is heel veel expertise in en benut dat. Oké, okay. Meneer Laarhoven. U bent een nieuwe partij. En dit is een beetje uw ticket, als ik het Amerikaans zeg. Ja, nee, wat gaat u de bewoners van Oegstgeest geven wat ze nu nog niet hebben? Nou, ik denk vooral een bestuur dat echt open staat voor invloed van inwoners. Want je kunt wel allerlei structuren gaan bedenken, maar het zit bij je innerlijke waarden. Vind ik het nou echt belangrijk als bestuur wat inwoners zeggen? Ga ik een hele structuur optuigen dat mensen inspraak kunnen leveren? En ik denk van, nou ja, dan heb ik het weer gedaan. Ik heb even mijn dingetje afgevinkt en dan lig ik weer aan de zijkant. Of ben ik nou echt geïnteresseerd in wat er bij die inwoners speelt? Nou, laten we ervan uitgaan dat deze mensen allemaal dat willen. Dus, concreet nu? Ja, wat ons betreft ligt, komt er een bestuur in Oegstgeest die absoluut het belang van de inwoners voorop stelt. En op welke manier... Ja, maar dat doen ze allemaal. Ze zijn allemaal voor het belang van de inwoners. Ja, daar ben ik met u eens. Ik denk dat er niemand hier zit die andere belangen wil behartigen. Ik zie u, ik werd langzaam strenger dan ik beloofd heb. Wat gaat u nou... Kijk, meneer Blitter van Blitterswijk, die heeft het over Right to Challenge en over expert panels en over een jongerenraad. Wat gaat u toevoegen? Wat wij in eerste instantie gaan toevoegen... Als wij het bestuur vormen, is dat we echt oprechte interesse hebben. Ik zeg hem toch nog een keer. De innerlijke overtuiging van, we moeten het samen met de inwoners doen. En wat ons betreft, kunnen we daar dan nieuwe structuren voor opzetten. En mensen echt betrekken bij het bestuur. En zoals? Dat zou kunnen zijn 100 mensen op een bepaald onderwerp beslissingen laten nemen. Burgerraden. Dus dat gaat dan via loting. Kent u dat fenomeen? Dat is zo her en der in het land modern. Dus niet kiezen. Want dan krijg je altijd dezelfde mensen, zal ik maar zeggen, met alle respect. Maar gewoon mensen die niet meedoen vragen, wil jij nou eens een avond of een paar keer komen meedenken over bijvoorbeeld het verbeteren van het openbare groen in Oegstgeest? Dat zou kunnen. Ja? Is dat wat u in uw verkiezingsprogramma heeft staan? Hebben wij niet in ons verkiezingsprogramma staan. We hebben een vrij kort verkiezingsprogramma, kan ik u zeggen. En daar staan echt de kernpunten staan erin. En de invulling die doen wij op basis van gezond verstand, van de overtuiging die we hebben. En op die manier gaan we aan de slag. Zo doen we dat ook in het bedrijfsleven. Ja. We zeggen gewoon, jongens, dit is de richting die we aangaan. En de manier hoe we het doen, die zoeken we erbij. Ik ga nu aan meneer Van Blitterswijk vragen, wat heeft u nu gehoord van deze nieuwe partij? Wat voegt dit geluid toe aan wat er nog niet was? Stelt u mij een gewetensvraag? Nee, ik denk dat het altijd goed is als iemand blijft oproepen om te luisteren naar inwoners. Wat ik daarbij wel wil zeggen, is dat de kern daar volgens mij is, je moet luisteren zeker, maar ik denk dat als je wilt zorgen dat je een dienstbare overheid bent, dat elke partij, elk raadslid die zo meteen die verantwoordelijkheid heeft, ook de verantwoordelijkheid neemt om naar alle belangen te luisteren, dus niet alleen naar het belang dat de sterkste stem heeft, alle belangen af te wegen en uiteindelijk ook te zoeken naar het algemeen belang. Kijk, als je een verwort tot een doorgeefluik van één belang, dan denk ik dat je met elkaar niet goed doet, want dan heb je inderdaad niks aan indirecte democratie, dan... Nee, dat ben ik helemaal met u eens. Het is natuurlijk het belang van de inwoners en niet van één specifieke groep van inwoners of één specifieke inwoner. Ik geef u een kans voor een laatste zin. Ja. En ik geef meneer Laarhoven, hoewel de bel ging, kans om nog even... Ja. Ik heb nog een vraag voor hem. Ja, u? Nee, precies één laatste punt, want we hebben het natuurlijk over vormen van directe democratie. Ik denk zeker, er zijn heel veel mensen die mee willen denken en mee willen doen. En dat moeten we beter benutten, moeten we beter mee omgaan. Maar waar we het niet moeten vergeten, is dat er ook heel veel Oegstgeestenaren zijn die een baan hebben, die een gezin hebben, die misschien een bedrijf hebben, die druk zijn in het verenigingsleven en die een van ons vertrouwen om op een verstandige manier namens hun de juiste beslissingen te nemen. Dus volgens mij moeten we dat ook niet vergeten. Niet vergeten, ja precies. De representatieve democratie is ook wat waard. Meneer Laarhoven, ik heb nog één laatste heel persoonlijke vraag voor u. En ik sluit een beetje aan bij mijn openingsopmerking. Ik vind het oprecht mooi dat u van buiten de politiek nu in de lokale politiek stapt. Ik zat u wel een beetje kritisch te bevragen, maar dat is mijn rol. Kunt u nog even als laatste zeggen wat u drijft om mee te gaan vergaderen? Ja, dat kan ik zeker.
En dat is echt van, ja, laten we dit, ja, dit is een beetje een term die heet samen. Maar laten we dit inderdaad samen doen. En wij zijn het niet voor niks, zijn we dit begonnen. En wat ik in mijn inleiding ook aangaf, er zijn een aantal zaken die we als gemeente gewoon een stuk beter moeten doen. En dat is het betrekken van die inwoners bij besluitvorming. Ook al hebben mensen daar inderdaad weinig tijd voor. Maar we moeten het wel doen. We moeten in ieder geval niet achteraf te maken krijgen met bijvoorbeeld wat bij NDG is gebeurd, is dat er 6 partijen juridische acties gaan ondernemen. Ik vroeg naar uw persoonlijke drijfveer en nu ging u weer op een ander paard. Dat mag, maar dan kap ik u af. Dank u wel. Dit was de derde stelling. Ik was wat soepeler en dat zal ik bij de volgende ook zijn, hoor. Want belangrijker dan de tijd is natuurlijk dat we hier een goed gesprek hebben. We gaan nu doorschakelen naar 3 partijen aan tafel en daarvoor stelen wij even deze tafel, vinden jullie dat goed? Ja? En een derde partij. Wij gaan nog 2 stellingen doen met 3 partijen en zo schalen we op naar lijsttrekkers en de hele zaal voor stelling 4. En die gaat over een onderwerp dat al aardig aan de orde is geweest. Ja, een beetje, nou, laten we wat naar achter gaan staan voor de camera. Dat gaat over het spanningsveld tussen groen en wonen. U mag eigenlijk doorgaan waar u gebleven bent, mevrouw Van Driel. Ja? Want behalve dan dat we net van de lijsttrekker van Hartvoegers Geest hebben gehoord dat het fysiek allemaal niet meer zo past. Ik heb u in die inleiding horen zeggen dat er geen spanning is tussen groen en wonen. Maar volgens mij is die er wel. Dus hoe gaat u dat toch oplossen? Nou, als je inderdaad gaat kijken naar de plannen die deze periode goedgekeurd zijn, dan is het eigenlijk allemaal plannen die zogenaamde rood voor rood categorie zijn. Dus plekken die al versteend waren, die nu of een andere functie krijgen, of al wonen waren en een ander woningbouwproject worden. Dus als je echt concreet gaat kijken naar de plannen die er ook nu voor liggen voor de komende periode, bijvoorbeeld Overgeest, terrein achter het gemeentehuis, is nu ook al versteend. Hazenbos, laan waar de Leeuwkannen nu zit, is ook al versteend. Dus er wordt heel erg de illusie gewekt dat mijn partij heel erg voor zou zijn om allerlei groen vol te bouwen. Maar als je kijkt welke projecten dat zijn, Gaat om inbreiding en om kwaliteitsverbetering. Precies, van en je zou ook nog kunnen denken, is. Bijvoorbeeld bij mij in de Bloemenbuurt heeft meer wonen voor de sociale huurwoningen gezegd. Wij gaan dat pand renoveren. Dus weet je wat we doen? We zetten er een extra verdieping op en dan creëer je toch weer iets van 13 extra sociale huurwoningen. Dus volgens mij kan dat op die manier heel erg goed samen. Het kan door wat al bebouwd is beter te ontwikkelen. Precies. Meneer Van Britterswijk, bent u het met mevrouw Van Driel eens? Nou, mevrouw Van Driel en Pro was wel voorstander van het bebouwen van het Hofbroekerpark bijvoorbeeld. Dat is onze partij niet. Het CDA vindt dat geen goed idee om plekken waar nu groen is om daar te bouwen. Wij onderkennen wel, net als Pro, dat er plekken moeten komen waar je extra betaalbare woningen creëert. Ik was blij dat ik Pro stemde voor die 90 extra betaalbare woningen voor ouderen en jongeren in Nieuw-Rijngeest-Zuid. Dat is denk ik ook je verantwoordelijkheid nemen voor het feit dat je gewoon een woningprobleem hebt, dat mensen een dak zoeken. Maar we kunnen met elkaar denk ik erkennen dat wij in Oostgeest, in dit dorp, het landelijk en regionale woningprobleem, dat we dat met elkaar niet kunnen oplossen. En dat we dat ook niet moeten gevraagd. En dat we dat ook niet moeten proberen. Nee. Dus niet moeten zoeken naar plekken, daar kan nog, daar kan nog, daar kan nog. We moeten daar heel verstandig mee omgaan, want het groen dat je 1 keer inlevert, dat krijg je niet meer terug. Ja, maar is er al groen ingeleverd dan? Nou, wij hebben tegen de bebouwing van het Hofbroekerpark gestemd en anders was dat gebeurd. Ja. Kijk, ik wil dolgraag reageren op de heer Van Britterswijk. Even, dan geef ik meneer Lauw het woord. Ja. Kijk, het is inderdaad makkelijk om te zeggen, want park, dan denk je al gauw, oh, dat ging inderdaad over groen. Maar het ging over Hofwijk en de huisjes die daar nu al staan. Dus het ging over 46 witte huisjes en of we die wel of niet gingen vervangen door wat ons betreft een beter plan waar ook sociaal en middelduur in zat en waarbij we ook iets hadden kunnen doen voor senioren. En als je ging kijken naar het oppervlak, dan zou dat helemaal niet groen schelen en er was ook een plan om daarnaast het groen te versterken. Dus het zou wel iets meer de hoogte ingaan. Maar dat is heel wat anders dan dat we zeggen, oh, we gaan even een heel veld opofferen voor die extra woningen. Dat is een vraag die ik zo dadelijk ga stellen. Hoe hoog is hoog in Oostgeest? Maar ik ga eerst meneer Laarhoven. U zegt dat u een kort programma heeft, maar staat daar iets in over dat spanningsveld tussen groen en wonen? Tussen bouwen, tussen stenen en bomen? Ja, daar staat, dat staat erin. En wat er ook in staat is, en mevrouw Rosworth gaf dat al aan,
Hoe zit die lijst nou eigenlijk in elkaar? Er staan 2400 mensen staan op de wachtlijst in Oegstgeest voor 1400 woningen. Er komen er per jaar 80 vrij. En dan gaan er maar 20 naar inwoners van Oegstgeest. En als we nou zeggen van ja, we gaan het belang van de inwoners van Oegstgeest gaan wij bouwen. Dan zullen we dan eerst even zorgen dat we die verhoudingen gaan aanpakken. En dat we daadwerkelijk gaan bouwen voor de inwoners van Oegstgeest. Dat betekent ook, dan zeggen wij van ja, die 80 sociale woningen die vrijkomen. Ja, laten we daar dan Oegstgeest naar inzetten. Dan kunnen we zorgen dat de jongeren uit Oegstgeest 80 per jaar, dat die hier gewoon kunnen, betaalbaar kunnen wonen. Dus daar zouden wij eerst van blijven. Probleem bij de wortel aanpakken. Ja. Wie is de Oegstgeestenaar, meneer Laarhoven? Wie zijn dat? Dat zijn de inwoners van Oegstgeest. Dat zijn mensen die in Oegstgeest wonen. Maar we gaan nu op het Bioscience Park gaan wij allerlei nieuwe faciliteiten neerzetten. Er komen honderden mensen die gewoon een normaal salaris hebben, werken voor Oegstgeest op Oegstgeest grondgebied. Verdienen die mensen geen locatie om te wonen? Wat gebeurt er met mensen die nu al uitgeweken zijn naar Katwijk omdat hier geen plek was? Mogen die niet terug omdat ze geen Oegstgeeste inwoners zijn? Gaan we onszelf... Ja, ik vind dit eigenlijk al hele goede vragen en genoeg. Het was een beetje als gesloten vraag. Ja. Als je in Katwijk woont en je hebt belangen nog steeds, mag je niet terug. Dat zegt u. Nee, je mag terug. Je gaat gewoon op de wachtlijst van Oegstgeest. En als je aan de beurt bent, dan ben je aan de beurt. Nee, maar in uw regel zegt u alleen, die 80 woningen die we hebben, moeten we alleen toewijzen aan ingezeten van Oegstgeest. En mevrouw Van Driel zegt, je kan die grens niet zo rigide trekken, als ik u goed beluisterd heb. Dus hoe lost u dit op? Wij zijn voor het belang van de inwoners van Oegstgeest. Dus wij zeggen inderdaad... dat waren we al met z'n allen hier vanavond. Het gaat om de vraag, werkt op het wij zeggen inderdaad, als wij een sociaal woningprobleem hebben voor mensen die in Oegstgeest zijn opgegroeid, dan zeggen wij, die mensen gaan voor op de wachtlijst. Ja, oké. Okay. Maar u heeft mij nog niet overtuigd. Maar het hoeft ook niet, want ik stem niet in Oegstgeest. Want mevrouw Van Driel stelde best een goede vraag. Maar meneer van Blitterswijk, wat heeft u nu in dit watje gehoord? Nou, ik denk dat in die zin mevrouw Van Driel gelijk heeft. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die opgroeien in Oegstgeest, maar die ergens anders gaan studeren en die dolgraag weer terug zouden willen naar bijvoorbeeld hun ouders, om daar mantelzorg te verlenen of omdat ze het gewoon hier een fijne omgeving vinden. Dat zijn mensen die binding hebben met Oegstgeest en hier ook met recht en reden een plek graag willen hebben. Ja, maar nu ga ik meneer Laarhoven wel gelijk geven, want het lijkt, want anders straks bij de bar zegt u, wat was je streng voor mij. De capaciteit is, en want dat zegt u ook, er is gewoon veel te weinig. Toch? Dat zegt u. Er is te weinig... We moeten kiezen. En hoe kies je dan? Ja, er is te weinig capaciteit. En als ik nou zie hoe de torenflat die werd net aangehaald, hoe dan ineens het laatste stukje Oegstgeest, er is sinds 2014 geen sociale woning gebouwd. En wat zie je ineens als krampreflex ontstaan? We duwen alles in een torenflat van 40 meter. Daarnaast, terwijl het bestemmingsplan 12 meter aangeeft, daarnaast wordt een koopwoningflat van 25 meter gerealiseerd. Ja jongens, als we nou sociaal goed willen aanpakken, maak er dan een hele mooie plek aan de Rijn van. En zorg dat je die koopwoning die ernaast zitten, maak daar ook een sociale huurwoning van. En dan kan je een hele mooie, hoogwaardige sociale huurwoningen, inderdaad niet met hokjes van 40 vierkante meter, maar pak nou iets ook gewoon out of the box aan en maak nou echt een goede oplossing en stop het niet weg in het torenflat. Manhattan aan de Rijn werd al genoemd. Moeten we niet willen in dit dorp? Kunt u kort antwoorden op de vraag van hoe gaat Oegstgeest om met hoogbouw? Want dat is toch wel een beetje wat gezegd wordt. Hè? Als je niet de breedte ingaat, en dat willen we niet, kan je beter de lucht in. Maar in Leiden is bijvoorbeeld een discussie over 70 is de grens en dan is er opeens een van 110, schijnt ook te mogen. Toch, dat LEED project. Kunt u heel kort zeggen wat de hoogbouwvisie van deze gemeente is, van uw partij bedoel ik? Ja, het CDA is niet voor hoogbouw in het centrum van het dorp. Dus zoals de gemiddelde woning is, twee lagen met een kap gemiddeld, daar kun je altijd uitzonderen op. Maar we zijn niet voor woontorens in het centrum, daar waar je een dorp met elkaar bent. Vier hoog, vijf hoog. Maar ik ben het niet eens met de heer Laarhoven over de kenschets van hoe dat daar in Rijngeest wordt. Ik woon zelf in de wijk en ik denk dat daar een prachtig deel van de wijk wordt. Ik denk dat het bruisend wordt, er komen ook voorzieningen bij aan die Rijn. En ik denk dat je moet oppassen door te doen alsof daar mensen weggestopt worden. Ik denk dat daar heel veel mensen heel blij gaan zijn om daar te mogen wonen. Ja, maar u wilt niet zo echt hoogte in. Maar mevrouw Van Driel, u? Nee, ja, wat ik in het begin al zei. Kijk, in de basis vinden we dat woningbouw moet passen in de omgeving. Maar als we een kans hebben,
zoals bijvoorbeeld bij mij in de Bloemenbuurt, om ergens een extra verdieping op te zetten en daardoor een deel van het probleem op te lossen. Nou, dan gaan wij daar zeker niet voor liggen. Dat heet dan maar weer stadsopbreiding, maar ja, dus precies. Niet 40 meter hoge flats in deze gemeente. Nou, daar hebben wij in Nieuw-Rijngeest ook voor gezet. Waar we wel voor willen waken, is dat we inderdaad zeggen, nou, alles mag lekker ver weg van het centrum van het oude dorp en in de uithoekjes van Oegstgeest. Volgens mij moeten we gewoon als heel Oegstgeest onze verantwoordelijkheid nemen en kijken hoe we dat goed kunnen inpassen. En dan ben ik het uiteraard... Even heel concreet, hè. Ik vroeg gewoon, hoe hoog is hoog voor u? Ja, maar dat hangt dus heel erg af van de omgeving. Ja. Oké. Okay. En laatste, want nu gaan we echt uit de tijd bijna, meneer Laarhoven. U heeft het eigenlijk al gezegd, maar kunt u het in één zin samenvatten als het gaat om hoogbouw? Wat zegt uw partij? Wij zeggen binnen bestaande contouren. Oké, en dus dat is die twee verdiepingen met die kap? In een omgeving waar een hoge bouw staat, dan ga je niet hoger dan dat hogere gebouw. Dan okay. Zorg je dat je dat binnen... Oegstgeest binnen... heeft zijn top al bereikt, zegt u. Ja. Oké, okay, dank u wel. Dan hebben we nu een algeheel changement naar de laatste stelling aan de moment. Hoe, voorzitter, scheidsrechter? Het is nu 3 minuten voor 9, we zitten goed op schema. Nou, en ik hoor interessante dingen. En als u denkt van, er moet nog wat, bent u zo aan de beurt. Maar we gaan het eerst hebben over de toekomst van deze gemeente. En we hebben de prikkelende stelling geformuleerd dat op een dag die zelfstandigheid van de gemeente Oegstgeest, van de gemeente Oegstgeest, de gemeenschap Oegstgeest is iets anders, die zal eeuwig blijven bestaan. Maar de gemeente Oegstgeest, dat die niet houdbaar is op de lange termijn. En dat je dan maar beter zelf de regie in handen kunt nemen. Dan gaan we zitten wachten tot anderen dat voor je doen. De provincie bijvoorbeeld of het landelijk bestuur. Laat ik met meneer Bus beginnen. Wat zegt u over de zelfstandigheid en de houdbaarheid daarvan van de gemeente Oegstgeest? Ja, ik vind het wel goed dat u zegt van dat je zelf de regie moet pakken. En ik denk de uitdaging die we hebben, daar heb ik het al eerder over gehad vanavond, om überhaupt het onderhoud van het dorp goed op orde te krijgen. En zeg maar de klimaattransitie die we moeten met elkaar moeten doen op orde te krijgen. Als we daar gewoon met elkaar regie oppakken, dan hebben we samen gewoon zelf aan het stuur. En dan hebben we het dus niet over een situatie waar dingen op lange termijn niet houdbaar zijn. Maar dan hebben we gewoon zelf regie op waar we naartoe gaan. En wat, kunnen gewoon zelf die keuze maken. Het woord regie, daar kun je natuurlijk mee sturen. Dat is ook de bedoeling van. Maar waar ga je dan heen? Wel naar een gefuseerde grote gemeente of naar die zelfstandige gemeente? Nou, dat is helemaal niet aan de orde. Niet aan de orde. Ons betreft gaan we eerst gewoon die problemen oplossen en zorgen dat we als zelfstandige gemeente gewoon er sterk voor krijgen. Wij willen een sterk Oegstgeest. Ja. En op dit moment hebben we gezien... ook allemaal voor, hè? Het belang van Oegstgeest. Nee, maar op dit moment zien we dat we de afgelopen 4 jaar kwetsbaarder geworden zijn. Nee, maar we hebben het nu even voor de vraag, wat is de houdbaarheid van de zelfstandige gemeente Oegstgeest? De afgelopen 4 jaar zijn wij kwetsbaarder geworden, omdat we op het gebied van regionale samenwerking, onze collega Huizing, die weet er alles van, Servicepunt 71, dus waar we met elkaar samenwerken op het gebied van de bedrijfsvoeringstaken, daar is ons overkomen dat de andere gemeenten in de regio zeiden, we doen het niet meer, West Oegstgeest, veel succes. En dat we in een heel traject terechtgekomen waar we niet blij van worden met elkaar. We hadden met elkaar... goed met elkaar in samenwerking dat Servicepunt 71 overeind kunnen houden. En dat is niet gelukt, omdat wij met onze rug naar een andere gemeente toe gaan staan. Ja, daar was een hele pagina over in de Oegstgeest Courant. Ik raad u aan, als u hem nog hebt liggen, om dat even na te lezen. Want daar stond het duidelijk in. Servicepunt, het delen van de diensten. Ik heb u en u allebei heel duidelijk horen zeggen dat de houdbaarheid van de gemeente Oegstgeest niet ter discussie zal staan, hoeft te staan, moet staan. Heeft u daarmee net in uw openingsstatement alles gezegd? Nou, ik heb mijn verhaal niet helemaal afgemaakt zoals u had gezien, mijn tijd was op. Uw verhaal was te lang, kan ik ook zeggen. Dus dat was jammer. Maar los daarvan, ja, de regie houden wat de heer Bus zegt, ja, dat is nummer 1. Dat moet je doen. En we hebben ook te maken met externe factoren. We hebben als gemeente in 2015 ook allerlei taken op ons bordje gekregen. Met het idee, de gemeente is dicht bij de burgers. Maar vervolgens hebben we tot 40% te weinig geld meegekregen om die taken te doen. En dat heeft ertoe geleid dat we uit de reserves zijn gelopen. Nou ja, dat het soms hangen en wurgen is. U snijdt een belangrijk punt aan, want je kan het wel willen. Maar je krijgt dingen die je moet doen waar je geen middelen voor hebt. Dus dan is het de vraag, moet je A, dat soort taken
wel willen blijven doen als gemeente. Die discussie loopt nu met VNG in het Rijk, dat is één. Ja, maar die verliest u, want dat is allemaal rijksbeleid. Ja, dat is een andere discussie. Ik heb gewoon het idee van dat gemeentes nu verder moeten kijken als er nog meer taken vanuit het Rijk komen met heel veel kortingen, dat je daar toch duidelijk een statement in moet maken. En daarnaast, ja, de regiehouder, dat heb ik net al gezegd. Mm-hmm. Je moet wel, zeg maar, zelfstandig zijn. Je moet wel ook samenwerken voor die taken die, zeg maar, gemeentegrens overstijgend zijn. Maar als ik u vraag, we hebben nu over 2 weken verkiezingen. Zeg je, de gemeenteraadsverkiezingen nog steeds in 2030 maken we ook nog mee? Ja. Ja? Die maken we ook nog. Nee, Huizing. U had geboren Oegstgeestenaar. En u heeft duidelijk gezegd dat een zelfstandig Oegstgeest wat u betreft boven alles geschreven staat. Ja, en ik hoop op niet de dag mee te maken dat Oegstgeest niet meer zelfstandig is. En ik denk ook dat wij prima in staat zijn om onze eigen bandjes te doppen. Ik denk dat het ook in belang van de Oegstgeestenaar is dat we zelf over onze eigen woon- en leefomgeving kunnen beslissen. De meeste inwoners, burgers van dit land, die zijn in de grote dingen van het leven geïnteresseerd en daarnaast in datgene wat in je directe omgeving plaatsvindt. Zo belangrijk dat. En hoe groter zo'n gemeente is, hoe verder je als bestuur van de inwoners af komt te staan. Ja, maar mevrouw Rosdorf sneed wel een belangrijk punt aan. Als je allemaal taken op je bordje krijgt, maar niet in Nederland zou uit te voeren. Dat is op zich een aardig punt. Alleen het is niet zo dat alle gemeentes in Nederland hebben er last van dat die taken overgeheveld zijn en dat er te weinig geld bij is gedaan. Dat had niet uitgemaakt per hoofd van de bevolking, om maar zo te zeggen, als wij in een grotere gemeente hadden gezeten. Wat wel aan de hand is, en daar zal ik ook dat te vuur en te zwaar blijven bestrijden, is dat het rijksbeleid eigenlijk een beetje lafhartig is. Die zeggen, fuseren moet echt vanuit de bevolking zelf komen. Maar tegelijkertijd van bovenaf hebben ze wat ze noemen een opschalingskorting. En dat betekent dat in de komende jaren steeds meer geld naar grotere gemeentes gaat en steeds minder naar kleinere gemeentes. Maar is dat niet een fact of life? Is dat, dat, om het rond te draaien. Dat is heel onrechtvaardig, dat ben ik met u eens. Maar ja, zo wordt het wel gespeeld door die Rijksoverheid. Zo wordt het gespeeld en dat betekent dus dat we ons moeten realiseren dat zelfstandigheid gaat op een gegeven moment geld kosten, maar het levert je ook wat op. Want wij weten met elkaar wat we willen en hoe we het willen hebben. Betekent dat dan, en dan willen we over beschikken. Eén sprongetje, en dan geef ik mevrouw Rosdorf het woord. We gaan nog even door, want u mag ook nog frikken. Als je zelfstandig wilt blijven, omdat je die, want ik begrijp goed waarom je zelfstandig wilt blijven, omdat je die regie over je eigen dorp wilt houden, toch? En niet in een heel groot geheel wilt opgaan. Maar moet je dan accepteren dat er hogere lasten bij horen? Dat is helaas wel wat het leven om ons heen van ons gaat vragen. Dat als de Rijksoverheid hiermee doorgaat, dan gaat zelfstandigheid geld kosten. Maar goed, dat is moet ook maar zien, want er is nu een nieuw kabinet en er is heel veel protest tegen. Dus we gaan allemaal zien of dat allemaal doorgaat. Maar wat ik wel interessant vind, iedereen roept hier allemaal dat wij zo voor zelfstandigheid zijn. Maar wat me dan zo verbaast, het is tenslotte een politiek debat, is dat aan de ene kant de heer Bus namens D66 nog geen jaar geleden tegen de collega's van Sleutelstad roept dat fuseren in een grote regio Leiden onvermijdelijk is. En nu hoor ik hem dit zeggen. En dat mevrouw Rosdorf het heeft over maar je moet wel blijven samenwerken om vervolgens met haar rug naar onze samenwerkingspartners op het gebied van bedrijfsvoering te gaan staan. U wordt uitgedaagd, dat gaan we nog even aan, die uitdaging. En dan geef ik de zaal in de derde ronde het woord. Meneer Bus, een jaar geleden zei u, big is beautiful. Nou, dat heb ik zeker niet gezegd. Ik snap het wel. Nee, maar even, u heeft meneer... Nou ja, dan is het verslag van Sleutelstad niet goed. Dan moet u toch... Even voor de duidelijkheid, hè. Dan zegt hier iemand, big is beautiful. Dat heb ik niet gezegd. Nee, natuurlijk niet. En maar met elkaar hebben we een discussie waarin we zeggen, de afgelopen 4 jaar gezien hebben dat we op allerlei vlakken heel nauw samenwerken met gemeentes om ons heen. En wat ons betreft is dat niet per se Leidse regio, maar dat doen we ook met Katwijk en met de Bollenstreek en met andere gemeenten. Ambtenaren zijn continu met elkaar op dossiers en die kunnen ook niet meer zonder elkaar. De wethouders, nou u weet het, want u bent zelf wethouder en het college is continu aan het samenwerken. En als raad hebben we de slotgracht gegraven, hebben de brug opgetrokken en zijn met onze rug naar onze andere gemeente. Nou kijk, ik ga even naar de camera samen met mijn rug. En we praten niet met ze.
ja, dan gaat het niet goed. En dan verlies je de regie en dan zit je niet meer aan het stuur. En dus dan wordt de gemeente niet... Oeschees kwetsbaar en dan is die zelfstandigheid, die zo mooi op al die posters staat, in het gevaar. Ik denk en dat, dat is het risico waar wij absoluut gewoon als D66 zeggen, ja, dat is niet acceptabel. Ja. We hebben gewoon nodig dat we als raad met de gemeente om ons heen in gesprek gaan zijn. Dat we als raadsleden daar verantwoordelijkheid in pakken. Precies. En dat we zorgen dat we regie pakken en dat we de problemen, want die financiële problemen zijn enorm. Dat we die, dit is een belangrijk onderwerp wat we echt moeten oplossen. Maar even samengevat, u zegt van laten we nou voordat we praten over fuseren en zo gewoon weer eens niet met onze rug naar die regio gaan staan met ons gezicht en die samenwerking. Oppakken. Is dat wat ja, maar zegt? Dan hoef je dus ook helemaal niet te fuseren. Dan hoef je niet te fuseren. Mevrouw Rosdorff, ik geef u... En dan ben je zelf degene die bepaalt of je dat doet of niet, hè? Ja, oké. Okay. Maar heeft hier niemand gezegd dat de gemeente Oeschees moet fuseren in de Leidse regio? Dat ga ik u zo ook nog even vragen. Maar mevrouw Rosdorff, wat wilde u nog toevoegen? Want u vroeg mij een paar keer... Ja, waar het om gaat. Ik weet niet of hij het doet. Ja, hij doet het. Als je hem een beetje dichter bij uw mond houdt. Heeft dat met de rug staan naar de regio? Nee, dat moeten we niet. Maar we moeten wel het fair spelen. En ik vind dat in dat hele verhaal van Servicepunt 71, wat eerst een samenwerkingsverband was van gemeente op gelijkwaardige basis, en waar een heleboel zaken niet klopten, en wat nu, richting een onderafdeling wordt van de gemeente Leiden, dat vind ik geen goede zaak. Ik ben wel ervan overtuigd dat meneer Huizing er alles aan heeft gedaan om zeg maar de deal die er uiteindelijk gaat komen beter te maken voor Oeschees. Maar nog... dat is het geen keuze uit vrijheid geweest en geen keuze uit gelijkwaardigheid. En dat stuit mij tegen de borst. Dat maakt ook... Dat maakt ook ik weet niet of iedereen dit nog kan volgen. Dit gaat over dat servicepunt. En dat is op zich een belangrijk punt, omdat u als burger natuurlijk goede diensten moet hebben ook. En dat de gemeentelijke organisatie, want daar gaat dat servicepunt over. Goed. Een hoop belastinggeld van deze mensen naartoe. Ja, ja. Maar, dus maar u zegt dat servicepunt, u heeft daar geen vertrouwen in. Oeschees gaat ook al die taken weer zelf doen. Nou ja, als het een afdeling is van Leiden, dan vraag ik me af in hoeverre, als Oeschees iets heeft, in hoeverre het geprioriteerd wordt. Ook Leiden heeft een tekort aan ambtenaren. Dus weet je, ik heb daar gewoon wel problemen mee. Nog een ding. Een probleem mee met het bedenken of inderdaad die prioriteiten eerlijk worden verdeeld. Ik denk dan niet dat wij vooraan staan. Okay. Dat is één. Plus het staat verder op afstand. Ik denk dat ik u allemaal van, moet... ook de controle van de raad. Ja, precies. Dat veegt natuurlijk ook voldoende ondersteuning. U heeft... meneer, heeft u allebei nog een brandende laatste zin? Dan mag dat. Nou ja, een reactie op mevrouw Rosdorff. Want ik ben met u eens, met haar eens dat het doodzonde is hoe dat gegaan is. Alleen, dat kwam omdat u met uw rug naar die gemeente toe stond. En dat die met elkaar zeiden, ja, dat Oeschees, dat staat daar. Maar wij gaan gewoon stoppen met dat soort. Dat gaat weer aan de bar. En dat bent u dus even een paar jaar geleden kwijtgeraakt. En u? Heeft u nog een laatste op? Ik vond u helder. Nou, dank u. Ik ga, u zegt ik van, ga en ik blijf we gaan voor zelfstandig voor een zelfstandig Oeschees. En ik denk ook dat wij dat kunnen waarmaken met elkaar. Ja. Nou, even de zaal. Wie denkt dat er nog... Wie hoopt dat er nog gemeenteraadsverkiezingen zijn... van een zelfstandig Oeschees in 2030 over twee rondes. Nou dan hebben we toch dat is geen landslide. Een gemeente met zelfvertrouwen, hè? Ja, nee, maar dus, ik zal niet zo flauw zijn om er tegen, wat je hoopt, hè, maar ik zag niet de hele zaal zo. Dus. Ik zie u weer over 8 jaar. We gaan nu met de zaal in gesprek. Wilt u er allemaal bij komen? We gaan hier met z'n zessen nu even... u mag ook blijven zitten. Gaat u maar weer. Zal ik die tafel weer terugschuiven? Heeft u allemaal. Als u die tafel. We gaan nu naar de wildcard, zal ik maar zeggen. U mag vragen stellen. En ik heb eigenlijk maar één spelregel, namelijk dat het een vraag is. Misschien moeten we dat even oefenen. Nee, dat is flauw. Maar een vraag begint altijd met: ik heb een vraag voor bijvoorbeeld meneer Van Blitterswijk. En dan begint het met wat of hoe of waarom, et cetera. En waarom zeg ik dat? Omdat veel mensen hun vraag inleiden met een betoog van een kwartier. Dat kent u toch, zo'n avondje. En dat is gespreksleider, dan vraagt me, wat was uw vraag? En dan is bent u het met me eens, weet u wel? Laten we dat niet doen. Wie wil als eerste een vraag stellen? Nou, ik sta naast u. Ja, ik sta mooi vooraan, ik zal eventjes... Nee, ik hou de microfoon vast, is ook zo'n ding. Ja, ik ben Jetteke Bolten en ik ben voorzitter van het Cultuurfonds Oeschees. Mijn vraag aan de raadsleden is, wat zijn de partijen in de toekomst van de komende 4
jaar van plan om, om met de cultuur in Oegstgeest te stimuleren. En daar waar wij als cultuurfonds het initiatief nemen of juist andermans initiatief ondersteunen, dat het ook door de gemeente gewaardeerd wordt. Ja, ik ga u in de reden vallen en een beetje toespitsen. Van wie, bij wie heeft u het meeste argwaan dat u het antwoord krijgt dat u verwacht, dat u hoopt? Nou, ik heb een paar onderdelen van de... Van... Nee, ik heb een hele concrete vraag. Wie wil u het woord geven? Dat is eigenlijk mijn vraag. Laat ik zeggen, meneer van de D66. Meneer Bus, wat kan het Cultuurfonds Oegstgeest... Wat heeft u voor hen in petto? Heeft u een cadeau? Nou, nee, maar ik hoor mevrouw zeggen... of eigenlijk aangeven dat u een rol van de gemeente verwacht. En ik denk dat een punt is dat wij als D66 nadrukkelijk heel belangrijk vinden. We hebben allerlei initiatieven in het dorp. Ook heel veel initiatieven op het gebied van cultuur. Waar we heel veel met elkaar mee kunnen. En de gemeente is wat ons betreft veel te veel op afstand. En veel te veel op de achtergrond. En ja, wat ons betreft... Je kunt u ook in ons programma lezen, gaan we daar gewoon op een hele andere manier mee om. En gaan we gewoon met u en met alle andere mensen die in dit dorp bezig zijn met cultuur, kijken hoe we daar als gemeente een rol kunnen spelen en dat kunnen ondersteunen en faciliteren. Mevrouw Bolter, dan mag u één wens doen. Maar dan heel concreet. Hoe zou meneer Beurs u concreet blij maken dan? Nou, bijvoorbeeld als er een nieuwe bibliotheek zou komen. Komt er een nieuwe bibliotheek? Nou ja, de bibliotheek nu staat nog niet ter discussie. Maar we hebben wel met elkaar natuurlijk gezegd dat die locatie heel duur is. Goeie. En ook dat we heel graag zouden willen dat de functies van de bibliotheek veel rijker en groter zouden kunnen. Laten we wel weten, en daar kan cultuur natuurlijk prima. Als je Sleutelstad volgt, dan zie je dat het in Katwijk een probleem is, in Alphen een probleem is, in Leiden een probleem is. Oegstgeest verdient nog wel iets mooiers dan. Niet dat het lelijk is, maar gaat erin geïnvesteerd worden in de bibliotheek? Welke partij wil dat? Mevrouw Van Driel? Nou, we zijn in Oegstgeest, wij hebben dat al meerdere periodes in ons programma staan ook, dat we heel graag een cultuurfabriek willen in Oegstgeest. Dus dat, die term kent u waarschijnlijk ook wel. En dat is juist eigenlijk voor dit gebied een mogelijkheid, omdat we inderdaad zitten met een bibliotheek in 2025, waar we kunnen gaan nadenken over een nieuwe locatie. En misschien kunnen we daar wel functies koppelen. He, dus nu is er... Ja, dat is misschien. Gaat u, als u weer in het college komt, dat gewoon even voor elkaar boxen? Nou, we zijn nu al bezig met een centrumvisie voor dit gebied. Alleen... Zo'n visie? U moet gewoon zeggen, ja, die komt nou... er. Nou ja, ik denk dat wat de heer Bus aangeeft, dat dat wel relevant is. Dat in dit gebied ook gewoon meerdere eigenaren zijn. Waar wij ook als gemeente niet alle controle hebben. Nou nee, mevrouw Bolt, aan de bar gaat u daarover door. Maar ik vond het een beetje vaag. Wie heeft er nog een vraag? Ja, u. Ik ben hier namens Genergy Sportclub. Het is een groot deel van Oegstgeest. Ik zou zeggen, niet overdrijven, elke vierde of vijfde van actieve leeftijd die sport bij ons. We hebben grote vragen aan, ik denk we weten van BWNL en van Hart voor Oegstgeest, want ze hebben motie ingediend voor ons om herstellen sport in de bestemmingsplan voor onze sportschool, want die was mysterieus verdwenen. Mijn vraag is, heel veel mensen van onze dus Oegstgeestenaren willen ook heel graag weten, is onduidelijk wat eigenlijk meneer Bus en mevrouw Van Driel, zou ik als twee, als dat kan. Mevrouw Bus en meneer Van, maar ik zag u ook BVNL noemen en Hart voor Oegstgeest toch? Maar het gaat over uw sportschool. Wat gaat ermee gebeuren? Ja. De vraag is, bent u voor dat sport wordt teruggezet en de bestemmingsplan wordt hersteld? Als niet, wat is uw motivatie? Wat kunt u dan uitleggen? Een hele concrete vraag. Mevrouw Rosdorf? Volgens mij dan mevrouw. Maar is het u bekend, het gaat over een sportschool die op de schopstoel zit, dacht ik, of die... niet in het bestemmingsplan is terechtgekomen. Klopt, ik zie een raadslid van de VVD het hoofd schudden. Oké, kunt u het even toelichten? Nou ja, en wat is uw volgens mij was ze juist van Pro en van D66 weten hoe wij erin zitten, omdat van BVNL en van Hart voor Oegstgeest weten ze het al. Oh zo, sorry. Dat was het punt, zeg maar. Neem nu een kwaad. Ja, oké. En dat gaat over inderdaad de discussie of u wel of niet in de ruimtes die er nog zijn die sport kan inrichten om sport te bedrijven en dat inderdaad in de bestemmingsplan niet meer mogelijk is. Nou ja, in de vergadering een paar, weken geleden, hebben we daar met elkaar over gesproken. En hebben wij ook gezegd, ja, de bestemmingsplan maakt nu niet mogelijk om die sport daar toe te staan. En
de suggestie is dat dat een fout is geweest die ergens erin geslopen is. Nou, dan is wat ons betreft belangrijk na te denken. Wat is de intentie geweest waarop wij als raad dat bestemmingsplan vastgesteld hebben? En dat was wat ons betreft, als we alles zo op een rijtje zetten, niet dat er geen sport mocht zijn. Dus ik denk, ja, dan ben ik met u eens dat een fout is. Alleen voor u is het volgens mij heel belangrijk dat u gewoon snel duidelijkheid krijgt. En de bestemmingsplanprocedure duurt heel erg lang. Nee. Ja, nee. We gaan, als u het goed vindt, want dit wordt te klein. Ik kom zo bij u. Ik beloof dat u de volgende bent. Maar ik had ook aan het begin van de avond al beloofd dat ik de voorzitter van het platform van ondernemers het woord heb bij binnenkomst. Ik zei, het ondernemersbelang zal klinken en u heeft vragen. Inleiding, dankjewel. Ik heb een vraag voor de heer Huizing, VVD. U hebt een warm pleidooi gehouden voor die zelfstandigheid. En ik brand even na ook op de discussie over die schaalvergroting. 3 jaar geleden sprak ik hier de ondernemers die zich gevestigd hebben op de Boeg. Die waren daar heel blij mee. En die hadden toch wel hun vragen met betrekking tot de verkeersafwikkeling naar de A44. Het loopt daar nogal vol. En dat is erg lastig voor consumenten die er naartoe willen of er vanaf willen. En nu heeft u een vraag? Die komt eraan, hoor. Ja, nee, maar we hadden afgesproken dat de vraag heel snel kwam. Maar ik wil dat de context begrepen wordt. De context namelijk van de gemeente zegt dan tegen die ondernemers, ja, wij zijn nogal sterk afhankelijk van provincie en van Rijkswaterstaat. Mijn vraag, meneer Huizing, als u die zelfstandigheid bepleit, kunt u zich voorstellen, dat is een vraag en geen stelling, kunt u zich voorstellen dat in een grotere schaal u meer vuist en slagkracht kunt hebben naar bijvoorbeeld zo'n provincie en Rijkswaterstaat om die dingen wel voor elkaar te krijgen die noodzakelijk zijn? Dat is een heel duidelijk punt. Inderdaad, ik herken dat knelpunt daar bij de A44. Meneer Huizing, heeft die zelfstandige gemeente voldoende slagkracht? Ik denk dat schaalvergroting heeft voordelen, maar er zitten ook nadelen aan. En een van de voordelen van schaalvergroting is dat je misschien wat meer vuist naar de provincie kan maken. Maar die schaalvergroting heeft weer als nadeel dat de Boeg een niet ongelooflijk belangrijk bedrijventerrein is in de grote regio Leiden. En voor de gemeente Oegstgeest is het wel een heel belangrijk bedrijventerrein en besteden we er ook veel tijd en aandacht aan. En als het over deze kwestie gaat, daar kan ik alleen maar zeggen als VVD. Wij koesteren onze ondernemers en willen zorgen dat we een bereikbaar dorp zijn. Alleen hier in dit concrete geval is het inderdaad zo. Je hebt te maken met de restauratie van het viaduct over van de A44. Dat is een Rijkswaterstaat-issue. Het komt uit op een provinciale weg. Dat is een provincie-issue. En ik kan u één ding zeggen. Als 3 overheidslagen met elkaar tot 1 plan moeten komen, nou, ga er dan maar even voor zitten. En dat is heel vervelend. En ik kan zelf, en in dit geval word ik ook aangesproken omdat ik in de rol van... Maar de vraag was, als ik hem even aanscherp, van heeft u als zelfstandige gemeente in dat krachtenveld voldoende slagkracht? Nee, maar ik denk dat je inderdaad op dit punt, als je als grotere gemeente daarvoor zou gaan, meer slagkracht hebt. Dat ben ik met de heer Bezemer eens. Maar tegelijkertijd denk ik dat het probleem aan zich voor een grotere gemeente minder groot zou zijn, waardoor er ook misschien niet zo'n grote kans is dat ze die vuist gaan maken naar de provincie. Ja, dus nou, dan heeft u wel iets gehoord, toch? De wethouder twijfelt toch ook wel weer aan het effectiviteit van die zelfstandigheid als het gaat om het oplossen van zo'n knooppunt. Nee. Nu verdraait u mijn woorden. Dat was niet mijn bedoeling. Ik zei net, schaalvergroting heeft natuurlijk altijd voordelen, maar er zitten ook nadelen aan. En ik vind op dit moment de voordelen van zelfstandige gemeenten vele malen groter dan schaalvergroting. Nee, dat heeft u gelijk. We moeten dat in een groter perspectief zien. Maar dan is nog steeds dat knelpunt daar bij de Klinkenbergenbelasting. En dat meneer Bezemer daar niet mee geholpen is, dat weet ik ook. Oké. Nee. Ik had u de volgende vraag beloofd en dan kom ik achter naar de zaal. Ja, meneer. Ik hou de microfoon vast en u heeft een vraag. Ja, ik heb een vraag. Maar dat is eigenlijk voor alle partijen eigenlijk in deze. Ik lees even uit stelling 3 even voor. Meer middelen voor directe democratie mogelijk maken, zoals burgerraden eigenlijk. Mijn idee is dan eigenlijk, dan ga je alleen maar een klein groepje mensen laten stemmen en inspreken op de gemeenteraad eigenlijk, hè. En dan is uw vraag, is dat wel een goed idee? Mijn idee is, waarom geen referendum? Ah, dat is een goede vraag.
Ja, wie is, dat vind ik een hele mooie vraag. Wie, en dat is ook een hele eenduidige vraag, even voor alles, ja, dat, je zou het dus een beetje kinderachtig, maar wie is voor meer mogelijkheid tot referendum in Oostgeest? Ja? Meneer Laarhoven ook? Ja? Hart voor Oostgeest ook? Ja? Nou, dat weet u. Drie. Ja. Ik kom straks bij u terug. Ik zag u wel een beetje aarzelend uw hand opsteken. Heb ik hem? Tadada. Ja, hij doet het. Aarzelend mijn hand opsteken. Ja, we hebben volgens mij op dit moment helemaal niet staan over een referendum ons verkiezingsprogramma. Dus dat is één. En ik denk dat het bij bepaalde, niet bij alle besluiten van de gemeenteraad, maar bij sommige gemeenten, bij sommige besluiten die heel groot zijn, dat absoluut een referendum op zijn plek zou kunnen zijn. Ja. Ja, bij problemen die heel groot zijn. Wie zou in de zaal meer referendumbevoegdheid willen? Nou, daar loopt de zaal niet heel erg warm voor. Nee, sorry, als u nog tijd hebt, maar ik vind het leuk om zoveel mogelijk mensen aan het woord te laten. En deze meneer op de achterste rij zag ik al een aantal keren. Ja, hoi. Ik heb een vraag eigenlijk aan iedereen die er zit van de gemeente. Ik ben ondernemer in Haaswijk en ik hoor net meneer Huizing praten over het bekoesteren onze ondernemers. Ik hoor mevrouw van Driel praten over een cultuurplein. Ik zit op een heel mooi Boerhavenplein, wat in de vorige college en gemeenteraad wel een beetje vergeten is, vind ik zelf. Ik zou alleen willen vragen aan u als raadsleden en misschien wethouders, als college, dat jullie ook de kleine ondernemers in Oostgeest blijven steunen, niet alleen maar uitgaan van schaalvergroting, de boeg, Kempenstraat, Langevoort, maar dat we ook, vind ik zelf, de kleine ondernemers moeten steunen in die mogelijk. Hou de communicatie heel kort, hou het niet strak. Maar het is een betoog, maar dat mag hoor. Maar uw vraag is of ze het met u eens zijn? Nou, dat weet ik niet, maar ik denk dat ze onderling wel een beetje weten waar het over gaat. Maar ik zou het in ieder geval wel fijn vinden, dat is natuurlijk geen vraag. Maar ik ga het gewoon vragen. Ja. Er zit een meneer op de achtste rij die vindt dat kleine ondernemers te kort gedaan wordt in deze gemeente. Heeft u ook het gevoel dat u ze tekort doet? Nou, laat ik het zo zeggen, ik vind wel dat kleine ondernemers wel heel erg vergeten worden. Überhaupt het MKB in Nederland wordt heel erg vergeten. MKB in Nederland is verantwoordelijk voor 65% van de werkgelegenheid. En wat we zien is dat er vooral gefocust wordt op globale, grote ondernemingen. En dan gaan we ach en wee huilen als die het land uitgaan. Is niet goed dat die het land uitgaan, absoluut niet. Maar er moet juist meer oog zijn voor MKB-ondernemers. 64%, 65% van de Nederlanders die werkt daarbij. Dus ik begrijp heel goed wat meneer zegt. Laten wij vooral, als Oostgeest, we zijn een kleine gemeente, laten we de ondernemers die hier ondernemen maximaal de mogelijkheid geven om dat te doen. Dat is goed voor hen en dat is goed voor de omgeving. Ja, wie van de andere kandidaten wil daar op reageren? Ik zag meneer Huizing, sorry, en dan meneer Bus. Ja, meneer Huizing? Allemaal, ja. We gaan ze allemaal doen. Hoeveel tijd hebben we nog, scheidsrechter? Nou, we gaan 5 minuten uitlopen. Ja, even snel. Meneer Huizing, we gaan even van links naar rechts vanuit de zaal gezien. Ik begin altijd met de vraag, wat kan ik er zelf aan doen in de rol die je hebt? En waar de heer Laar over het heeft, gaat het vooral over nationale issues. Daar gaan wij niet over als gemeenteraad. Daar moet u ook vooral niet hiervoor komen. Dan moet u naar Den Haag. En dat ik het overigens met het punt eens ben dat MKB in Nederland vergeten wordt. Ja, maar daar hebben we het hier vanavond niet over. Waar we het wel hierover hebben, is dat je als gemeente vaker meer moet faciliteren. Dat je het kleinere ondernemers niet extra moeilijk moet maken. Als het gaat over een vergunningsaanvraag, of als het gaat over een uitbreiding of een terrasvergunning, et cetera. Maar ik denk dat per saldo we dat als gemeente Oostgeest best aardig voor elkaar hebben. En bijvoorbeeld ook over het Bioscience Park, wat toch al zelfs voor Oostgeester niveau best een beetje hoog level is. Ene compliment voor ons ambtelijke apparaat na het andere komen. Wel, maar het punt van meneer ging net over Haaswijk bijvoorbeeld. Ja, u vindt heb ik antwoord op gegeven. Vindt u het goed dat ik even uw woordvoerder ben? Het gaat juist om die meneer in Haaswijk. Die vindt dat die niet echt gesteund wordt. Daar heb ik net antwoord op gegeven dat we daar meer aan kunnen doen. En ik heb er nog iets aan toegevoegd. Oké. Okay. Meneer van Blitterswijk. Ja, dank. Ik denk, kijk, een supermarkt is handig. En een groot bedrijf, absoluut. Dat gebruikt iedereen. Maar ik denk dat de charme van wat heel veel mensen van de Oostgeester Winkelstraat bijvoorbeeld vinden, of van kleinere ondernemers, is juist die lokale betrokkenheid die juist die kleine ondernemers vaak hebben. Die helpen mee met het organiseren van evenementen. Die doneren, die kijken wat ze kunnen doen in een dorp. En volgens mij moet je dat als dorp koesteren. En dat betekent dus ook dat je begrip hebt voor als die ondernemer, die gewoon druk is met zijn eenmanszaak vaak,
niet helemaal goed begrijpt hoe een gemeentelijke procedure in elkaar zit. En dat je dus ook met hun in gesprek gaat. Dat je begrijpt wat hun doel is. En dat je niet zit te wachten tot ze een bepaalde procedure en hebben doorlopen. En daar valt iets aan te verbeteren. Maar dat je daar met elkaar in gesprek over gaat. Daar heb je een goed servicepunt voor nodig, bijvoorbeeld. Oh nee, dat gaat over de organisatie alleen, hè? Sorry, ik haal twee dingen door elkaar. Mevrouw Rosdorf? Ja, ik denk dat wij in Oegstgeest de diversiteit van verschillende hoeveelheid ondernemers mogen en moeten koesteren. Want Oegstgeest is echt een ondernemersdorp. Dat is echt ongekend. Hoe heet dat? En volgens mij hebben we een ondernemersloket. Ik weet niet of de heer Achterin de zaak daar al ooit eens contact mee heeft gehad, wat specifiek de problemen zijn. Maar voor mij als ondernemer, als ik een ondernemer zou zijn, zou dat een eerste stap zijn om eens te horen. Wat kan de gemeente dan daaraan aan doen? Ja, daar zou... ik moet u... ik kom als laatste bij u terug. Mag u een laatste opmerking maken? We maken het rijtje af, mevrouw Van Driel. Yes, ja, in voorbereiding op dit debat hadden we een meeting met de heer Pelsrijker, maar ook met de heer Bezemer. En toen vroeg ik ook aan hem van, voor de pandemie kwam ik als politiek vertegenwoordiger om de zoveel tijd ook nog langs bij de PVOO. En dan hadden we even informele gesprekken. En ik denk ook dat tijdens deze periode dat echt verwaterd is. En ik vind dat ook persoonlijk vanuit mijn rol best wel vervelend. Want dat zou ook een moment kunnen zijn dat wij misschien met elkaar in gesprek zouden kunnen gaan. En als gemeenteraad hebben we de afgelopen periode zijn we begonnen met zeggen, oké, we gaan als raadsleden gewoon een zaterdagmiddag, gaan wij een wijk in en gaan we met mensen in gesprek. En op die manier zijn we ook met enkele winkeliers van de Kempenaarstraat bijvoorbeeld in gesprek gegaan. Maar misschien Boerhavenplein is gewoon de volgende locatie waar wij op bezoek moeten. Nou, dat vind ik een mooie belofte. Ik kom bij u terug, Rome. En dan meneer Buurs als laatste. Wat heeft u aan te bieden aan de meneer uit Haaswerk, de ondernemer uit? Ja, kijk. Eén ding wat opvalt is dat er meer mensen die ondernemen hier in de zaal. En eigenlijk hoor ik vrij breed de behoefte dat er meer vanuit de gemeente gedaan wordt. En ik denk dat inderdaad, het is al gezegd, heel veel van de kracht van Oegstgeest, ook in de winkelgebieden, zit in juist kleine winkels. Dat is de kwaliteit juist van zo'n straat. Dus dat moet je gewoon willen koesteren. En ja, ergens in het verleden hebben we regionaal met elkaar, daar komt die enge regio om de hoek kijken, gezegd dat Boerhavenplein niet dé plek is waar we met z'n allen ons op gaan concentreren. Ik vind het doodzonde. En volgens mij is dat een plek die nu eigenlijk een beetje kaal is, waar we gewoon met elkaar als gemeente een visie moeten hebben van ja, we willen zoveel mogelijk ondernemers helpen om dat gewoon een bruisend geheel te laten zijn. Ik ga, dank u wel. En dan moet je ook je hand uitsteken en dan moet je in gesprek gaan en dan moet je iemand helpen. Bent u gerustgesteld? Ziet u aanknopingspunten om dit probleem te gaan tackelen? Nou, gerustgesteld. Het is te hopen dat we ook gewoon in de tijd dat jullie zeg maar, het voor het zeggen hebben, dat het dan moet gebeuren. In de tijd vooraf, ja, geloof ik het wel. Maar het gaat meer om die 4 jaar dat jullie hier zitten. En inderdaad, wat hij zei over een visie. Ik ben toen bij die structuurvisie geweest in Voorschoten, dat inderdaad de Boerhavenplein niet toekomstbestendig zou zijn. En het belangrijkste vind ik ook, is mevrouw Rossoff heeft over ondernemersloket. Ik vind zelf dat een gemeente die dingen faciliteert ook voor een goed ondernemersklimaat moet zorgen. Of het nou een groot bedrijf of een klein bedrijf is. Communicatie vind ik gewoon direct 1-op-1 belangrijker dan bij een lokaal of bij een loket iets opvragen. Ik heb in eerste instantie met de gemeenteraad en met het college te maken met de bewoners. Dus ik vind zelf dat een gemeente de lijnen kort moet houden en gewoon streed kort moet handelen. Ja, ik heb inderdaad mevrouw Van Driel en eigenlijk iedereen wel horen zeggen dat we hebben een rare tijd gehad, maar dat misschien een mooie afspraak is. Nieuwe raadsperiode, meer met elkaar in gesprek, meer elkaar opzoeken, meer elkaar weten te vinden. U was als eerste aan de beurt, en, dus ik sla u even over. Arjen, we gaan drinken. Ja, dit eindigt altijd onbevredigend. Heeft u echt een hele korte, concrete vraag? Dan mag u de laatste vraag stellen. En dan heb ik nog een afsluitende opmerking. Ja? Maar waar kan ik met mijn alle gepensioneerden gezellig in Oegstgeest theehuisje zien? Een leuke locatie, want dat mis ik in Oegstgeest. Welke partij biedt nu de mogelijkheid voor het sociale klimaat? We worden allemaal ouder. Ik mis de borrelplekjes in Oegstgeest. Oh, dat vind ik een hele leuke om mee te eindigen. Ja. Als u nou allemaal uw favoriete borrelplek in Oegstgeest noemt. Want ze zijn er natuurlijk wel. Zullen we dat doen? Ja? Heeft u iets aansluitend?
Ja, maar u moet even in de microfoon praten, want anders komt u niet op televisie. Maar ik hoopte eigenlijk, aansluitend mevrouw, juist ook iets buiten. We hebben die Klinkenbergplas, er zijn mensen die kiezen voor bewust, hebben gekozen voor een groene gemeente. Dus wat mevrouw zegt, maar dan juist ook buiten. Dat loetje verhaal, dat heb ik niet goed gevolgd, maar daar begrijp ik ook helemaal niets van dat niet. En ik was zo weg van die pop-up toestanden aan de Klinkenbergplas en hier aan de Lange Voort. Please. Ja, nou vind ik leuk. Ja, nee, uw punt is duidelijk hoor. Laten we aan de bar gaan, maar ik geef de lijsttrekkers de kans om de harte kreet. En laat ik met meneer Van Blitterswijk beginnen, want u belooft een kinderboerderij. Wilt u daar nog even iets over zeggen? Nou, ja, inderdaad. En dat is natuurlijk, de kinderboerderij staat daar symbool voor wat ik eerder al zei. We willen niet minder voorzieningen, maar we willen meer voorzieningen. En als je het hebt over een theehuisje, inderdaad. Wij zien altijd dat Iris Park daar zou liggen, bij het leuke, mooie centrum Langevoort. Dat is toch een beetje een kale vlakte wat ons betreft. Dat zou gezelligheid, zou er uitstekend passen om daar ontmoeting te hebben met elkaar. Ja, en dan... En dat doen we aan de bar. Dat doen we aan de bar. Mevrouw Rosdorf, een kinderboerderij, ik vind het een mooi idee. Even heel concreet, welke plek kan mevrouw in de komende raadsperiode, wat gaat u voor haar voor elkaar boksen? Nou ja, waar ik naar uit zou kijken is inderdaad een centrale ontmoetingsplek hier in Oegstgeest. Hart voor Oegstgeest heeft in haar verkiezingsprogramma staan om hier in deze locatie, om daar iets te realiseren in combinatie met cultuur, met de bibliotheek. En horeca, zodat je echt ook locaties hebt om elkaar te ontmoeten. Want ik denk dat heel belangrijk is. Hè? We horen allemaal over eenzaamheid, maar het creëren van ontmoetingsplekken is maar heel erg belangrijk. Maar u zegt, deze plek zou nog bruisender kunnen worden, mevrouw Van Driel. En u noemde ook de bibliotheek. Denkt u dat zo'n bibliotheek inderdaad daarin zou kunnen voorzien? Ja, dat zou mooi zijn. Ik denk dat we gewoon überhaupt bij alle plannen die we nu voor Oegstgeest hebben ook moeten denken, hoe kunnen we hier inderdaad een sociale component in verwerken? Nee, dat is beleid weer. Ik wil gewoon een leuke plek omheen te gaan. En volgens mij is het nog steeds mogelijk dat er iets komt bij de Klinkenbergplas. En wat ons betreft zou dat mooi zijn als dat gaat lukken. Dat is een goeie, hè? Die Klinkenberg, de pop-up aan de Klinkenbergplas. Daar heeft u goed gehoord. Meneer Laarover, u bent standbouwer, dus u kunt wel leuke plekken maken. Dat zeker, maar ik zei al dat wij hebben een kort en bondig verkiezingsprogramma. Maar er staan wel één ding in, is dat wij initiatieven van burgers, van inwoners en van ondernemers, dat we die graag altijd serieus in willen bekijken. En kijken, als die initiatieven er zijn, het komt uit de samenleving, dan moeten wij als raad, moeten wij... Dat zou ook mijn antwoord zijn, mevrouw. Wat let u om zelf het initiatief te nemen? Niet alles hoeft van die gemeente te komen, want dat zegt u. Ja, ik geef u als laatste het woord. Meneer Bus nog even, welke leuke plek heeft u, wat zegt u in antwoord op de vraag? Als je als laatste komt, dan kan je niks origineels meer zeggen bijna. Maar volgens mij is dat inderdaad het punt wat de heer Lara over zegt, dat... Er moet wel een initiatief zijn. En dan moet je het als gemeente mogelijk maken. En dat is vaak genoeg niet zo geweest. En dan denk ik, het zijn juist de plekken waar je met elkaar gewoon rondloopt. Of het nou bij het winkelcentrum is of bij de Klinkenbergenplas. Ja, dan wil je ook gewoon even lekker ergens een kop thee drinken of even met elkaar zitten. Om gewoon te ontmoeten. En die gezelligheid en die reuring op dat niveau is wat ons betreft in balans met geluidsoverlast van omwonenden en dergelijke. Kunnen we dat goed met elkaar regelen en afspreken. Ja, oké. Okay. U als laatste. Ja, ik denk dat het hartstikke leuk is om het wel af en toe wat gezelliger te maken in Oegstgeest. Maar ik denk dat je dat ook vooral ook op buurtniveau moet doen. Als je het hebt over iets aan de Klinkenbergenplas, dan is dat een heel erg goed idee. Maar het is ook voor heel veel Oegstgeestenaren lastig bereikbaar. Want het is nog een beetje aan de buitenkant van Oegstgeest. Dus het moet ook op meerdere plekken in Oegstgeest. En daar ben ik een groot voorstander van. En wat ik hoop, en dan kijk ik ook nog even naar de heer Laarhoven. Die heeft, we moeten naar ondernemersplannen luisteren. In een van de vorige punten had hij... Hij zei dat hij naar burgerinitiatieven moest luisteren, toch? Ja, maar burgerinitiatieven en toen was het naar de ondernemers. Daar luister je naar. Maar er zijn dan helaas ook omwonenden die dan weer toch er iets anders van vinden. En je moet dus naar al die mensen luisteren. Dus niet alleen maar naar mensen die initiatieven hebben. Maar juist ook moet je heel goed luisteren naar de mensen die niks zeggen. Want maar de meerderheid van Nederland zegt niks.
Die komen niet. Ja, de silent majority. Nou, ik wil graag duidelijk. Daar heeft gelijk natuurlijk. Want wat de een leuk vindt, vindt de ander herrie. En dus dat in een dichtbebouwd land. Maar ik zou eigenlijk willen afspreken met. Afsluiten met gewoon twee vragen. En de eerste is: wie vindt dat er meer van die plekken zoals die mevrouw schetst en die mevrouw schetst in omschreven moeten komen? Nou, daar is draagvlak voor. En wie gaat zich daar met deze aanstaande raadsleden voor inzetten, persoonlijk? Kijk, dan hebben we ook nog weer het burgerinitiatief georganiseerd. En dan heb ik een allerlaatste vraag. Voordat ik u allemaal ontzettend bedank voor uw bijdrage die ik fair en to the point vond. Een bewijs dat we in deze gemeente, in dit land, op een hele constructieve manier van mening kunnen verschillen. En argumenten kunnen uitwisselen. Daarvoor hartstikke dank en een verdiend applaus. En aan u de vraag, wie gaat er naar huis die nog twijfelde en nu denkt, ik heb toch wel één of twee partijen beter leren kennen en ik kan iets beter inschatten waar mijn stem heen gaat. Wie? Ja. Nou, vond ik fijn. U was hier vanavond als eerste en u zei ook... Maar ik ben niet tevreden. U bent niet tevreden. Nou, dan mag u nog even in één zin zeggen waarom u... Nee. Ik wil nog meer vragen. Ja, dat is altijd omwille van de tijd. Ja. Ja, nee, maar weet u, de lijsttrekkers zijn hier nog gewoon aan de bar en u moet die vragen zeker stellen. Morgen moet er weer gewerkt worden. Ja, dan moet morgen. Ja, oké. Okay. Het allerlaatste dankwoord is voor u allemaal. U was hier. Vertel het voort, wat u geleerd hebt, waar u de verschillen zag, waar u de overeenkomsten zag. En wilt u vooral iedereen om u heen oproepen om te gaan stemmen, want dat democratische recht is het allermooiste wat we hebben in het land. Ik dank u wel.